de flop, zeg ik nou eens. Allemaal grote, kleine, dikke en dunne kinderen. Hebben jullie je tongetjes nog? Ja, kijk. Ja, zie je wel. Wat dacht ik nou? Wat dacht ik ook? Jongens, het weer is lekker droog. En ik hoop voor jullie hetzelfde. Ja. En Mameloe heeft Mameloe. Mameloe, hebben jullie Mameloe al gezien? Nee. Nee? Nou zal ik Mameloe er eens eventjes roepen. Ja, maar wacht even. Mameloe. Mag ik misschien even door, alstublieft? Oh, mevrouw de dame. U bedoelt, u woont er even langs. Ja, ik moet naar de wegenwacht. Naar de wie? Is de wegenwacht voor wagenpech? De ja of de nee? De ja. Nou dan, wat stel je dan malle vragen, man? Ja, maar de wegenwacht is voor de wegenwacht en niet voor de kinderwagenwacht. En waarom niet? Nou, mevrouwtje, kijk, de wegenwacht is meer voor die benzineautomobieltjes op de grote verkeersweg. Oh, wat erg! Erg, dame, maar dat is toch helemaal niet erg, dame? Nee, misschien kan Piepo u wel helpen. Piepo? Ja. Nooit van gehoord. Is dat ook een soort van wegenwacht? Een soort? Nou ja, nee. Piepo ook. Oh, Piepo is enigszins een soort, maar het is geen wegenwacht, dame. Nee, Piepo is een... Wat is het ook? Oh ja, tuurlijk. Dit is een clown. Ja. Dat ben ik. Jee! Ja. Nee, die Piepo. Mevrouw Piepo, die kan alles. Ja, bijna alles. Kan jij dan een band oppompen? Natuurlijk kan Piepo een band oppompen. Dan. Maar ik heb geen pomp. Jappen de flop, dame, maar Piepo heeft helemaal geen pomp nodig, hoor, dame. Nee, Piepo niet, die blaast hem op met zijn mond. Mevrouw de dame, als u uitgekakeld bent met een gelach. Hallo, de dame, dan zou Piepo... Ja, Piepo, ze gelooft me helemaal niet, zeg. Wacht eens even. Dame, kijk, klootjes zijn gewend om ballonnen op te blazen, begrijpt u? En ze hebben longen gekregen als stormwinden. Nou, probeer het dan maar. Het is mijn rechtervoorband. Uw rechtervoorband? Oh, een voorband. Ik wil dus even de boodschappen doen. De boodschappen doen, ja, dame. Pas ik wel op uw baby, hoor. Baby? Ja, u heeft toch een baby? Oh, reken maar. Kan ik rekenen? En zo gezond. Hij groeit als kool. Als kool. En heeft wangen als bellefleur appeltjes. Ah, hij heeft ook wangen. Dat is ook toevallig. Ja. Tot ziens, dame. Oeh, een gezellige tante. Doeg, tot ziens. Zo, want zij zoeken weer de rechter voorkant. Je ziet, rechts zit de andere kant van je linkerkant. Ja, dat moet je toch even weten. Ik kan niet ooit. Oh jee, sappen de vlop, waar zit hij nou? Oh ja, oh daar zit het ventje. Zeg, zij is misschien met Piepo. Oh, wat wilt hij voor worden? Oh ja, dat is hem, hè. Oh. Hebben jullie wel eens een band opgeblazen? Nee. Ik ook niet. Dan gaat hij dan, hoor. Oh. Gebeurt er al wat? Nee, hij is wel lekker. Ja, hij is goed lekker. Nou, zo. Ik hoor toch duidelijk, wat is die dame al terug? Daar. Je zit er al gelachen met. Is dat jouw baby? Hallo, baby. Ik geloof dat ik die baby heb laten klappen. Hallo, wat zit je nou? Hallo, dit is je.
Nee, jongens. Wat zijn die daar ook alweer? Twee wannen als bellenvleurtjes. Ja, dat klopt wel, hè. Heb je een groeit als kool? Ja, dat klopt. Heel erg groeit als kool. Maar dat kan toch niet. Hallo. Wat zit je in mijn kinderwagen te frutselen, malle kloon? Oh, mijn dame, ik piepel frutselt helemaal niet, maar ik moet u iets verschrikkelijks vertellen, dame. Er is iets heel ergs gebeurd met uw baby. Uw baby is geklapt. Ja, ja, het is bij piepel verschrikkelijk, maar... Onzin! Mijn baby ligt thuis in zijn eigen wieg te slapen. En dit is geen kinderwagen. Oh, nee. Dit is... En jij bent geen poedame, maar jij bent Mama Lou. Schapper de vlap in de bal. Applaus, applaus. Mamaloe, het is nou pauze en we kunnen gezellig even uitblazen, hè? Het gaat goed, hè, Piepel. Ja, nou... De kinderen vinden dit echt leuk. Ja, Mamaloe. En dat met die opblaasbaby, Mamaloe. Ze zit in opste verbazing, ze zit zo te kijken. Mama, het gaat steeds beter. Ja, Piepel, ga zitten. Ja. Ik heb limonade voor je. Zo. Oh, lekker limonade. Piepel. Ik vind dit leven toch veel prettiger dan ons leven van vroeger. Nou, veel prettiger, Mamaloe, wat vroeg. Zeg, Mamaloe, wat vertel je me nou? Hadden we het vroeger dan niet gezellig? Oh, jawel, oh. Piepo, maar... nou ja, er gebeurde altijd zoveel. Hij bedoelt, Mamaloe, met al die zielenpieten en al die mannetjes die geholpen moesten. Ja, nou ja. Maar ik vond het wel fijn, hoor, dat avontuur. En al dat reizen. Nou ja, ik heb niks tegen reizen, hoor, maar ja... Er ligt altijd zoveel landschap langs de weg, hè? Net als je aan het ene gewend bent, dan vloep, dan komt er weer het volgende. Ja, vloep. Nou, Mamaloe, dan is het erg rustig tegenwoordig, hè? Want er zijn helemaal geen maniertjes die geholpen moeten worden, hoor. Geen zielepieten, niks. Piepo, stel eens even. Stil eens, waarom zou ik nog stil zijn, Mamaloe? Die benaderen zo lekker. Ik hoor niks. Wat moet je dan horen, Mamaloe? Piepo, het is ineens zo stil. Dan net hoorden we toch nog alle kinderen door elkaar heen praten. En nou is het helemaal stil. Schat, de vlot, Mamaloe, je hebt gelijk. Ja, nou zeg, en het is nou pauze, dus Piepo's kindertjes mogen gerust hun eigen kleddertjes gaan gebruiken. Piepo, ons publiek zal toch niet weggelopen zijn omdat ze er niks aan vonden? Mamaloe, natuurlijk niet, maar het is doodstil, zeg. Mamaloe, maar Piepo's toekijkkindertjes lopen toch niet weg? Kom, we gaan gauw kijken. Dol! Ja. Pas op, ja. Reuzenkunsten. Ik het tillen op. De zwaargewichten. Jawel. 1. 2. 3. Sapper de flapper de flap, zeg. Piepo, wie is dat? Met de andere hand. Een vreemde meneer, Mamaloe. In onze voorstelling. Nou ja, wat brutaal. Een indringer. Piepo, gooi je maar uit. Hé, ja, ja. Hey. Twee en... Gooi, hè. Zeg, Mamaloe, heb je gezien hoe groot en hoe sterk het is? Piepo, allemaal trucwerk, toen nou. Die gewichten, dat is gewoon bordpapier. Bordpapier gevuld met oude kranten. Oude kranten, Piepo. Die gewichten. Jij hebt ze vroeger zelf ook gemaakt. Die gewichten. Oh, schappen de vlap. Dag meneer, de groeten van Mamaloe. Mooi, mooi. Ik tillen alles op. Wie? Op clownen. 1, 2, 3. Doe je. Ik ben gevolgd. Hallo. Sapper! 1, 2, hup! Nou, Mamaloe, Mamaloe. Een Piepo is niet gemaakt van oude kranten van bordpapieren, Mamaloe. Ik weeg toch zeker 70 pond en 2 ons en een stukje of gesteden, maar Mamaloe. Het pak bof en zegt 1, 2, hup, ze pang! Gewoon een gelukkige greep, Piepo. Piepo, dat zijn namaakgewichten, verder niet. Ja, ze zijn niet echt. Het is namaakgewicht. Oh. Hallo!
geef maar hier die namaakgewichten. Namaakgewicht? Nee, gewichten, ja. Maar ze zijn niet echt, maar Marmeloen zegt het ook. Oh, jij wil vasthouden, ja? Het is vasthouden. Ik denk, wees zo goed. Ja. Alsjeblieft. Ja. Jappen. De flappen. Hoe is het met je? Nou, Mamelou. Mamelou, Pipo's armen zijn alleen een paar centimeter langer geworden, Mamelou. Maar in ieder geval, die gewichten zijn niet gemaakt voor bordkarton en oude kranten, Mamelou. Ik zie dwars door de vloer gezakken. Wat is mijn gewicht? Oh. Ik moet terug hebben, oh, ja? Ja? Is dat hier? Ja, hoor, pak je ze even op je liggen. Ze, als u ze tenminste eruit krijgt. Hè. Even opzij. Zit wel diep, hè? Hoe kom je op het idee? Doe. Drie. Sapje blad, Mamelou. Dat is echt een krachtpatsartiest. Alles goed en wel, Pipo, maar daarom mag hij niet in onze voorstelling zomaar optreden. Zo is dat. Zeg, meneer. Wat doet u in onze voorstelling? Versta ik u niet? Oh, hij verstaat ons niet. Het is vast een meneertje van over de grens. Pipo, het zal toch weer niet een zielepiet zijn? Of iemand die zo nodig geholpen moet worden? Ogenblik. Hey, meneer, bent u een zielepiet of moet u geholpen worden? Nee, Mamelou. Mamelou, dus geen avontuur. Gelukkig dan maar, Pipo. Ik niet, meneer zielepiet. Even voorstellen. Oh, nou. Per ongeluk. Bleksen. Oh, Bleksen met uw naam. Oh, ja. Oh. En ik heet Mamelou. Zo, dat was dan uw optreden, hè? En nu gaat u zeker weer fijn naar huis. Huus? Nou, huus of huis, of hoe u dat ook noemen wilt. U hebt toch wel een huis? Ja, huus, jawel, hebben. Oh, nou, dan is er helemaal niets aan de hand, hè? Ja, ik heb een huis, maar... Ik weet niet waar het is. Weg, kwijt. Chapper de flap, zijn huis. Hij is zijn huis kwijt. Dus toch een avontuur. Ja, het was er toch weer eentje. Een zielepiet. En je weet het, Pipo heeft nog nooit iemand niet geholpen. Na onze voorstelling gingen we luisteren naar het verhaal van de sterke man, meneertje Perplexe. Vraag 1, waar kwam hij vandaan? Noord, groot stoerland. Lange nachten, bibbers koud. Lange dagen, altijd zo. Lekker, leuk. Boswouden, vele bomen. En water, duizenden meren. Nou, klinkt er schilderachtig. Doosig. Lange nachten, veel zon, boswouden, allerlei mooie dingen zich uit het noorden. Is daar ook sneeuw in het land van jou? Sneeuw? Ja. Ja, bergen vol. Bergen vol? Zeg, Mamelou, in zo'n land zijn wij nog nooit geweest, hè? Pipo, wij weten helemaal niet of wij er ook naartoe moeten. Nee. Peer kan best alleen gaan. Ja, natuurlijk kan hij dat. Ja. Nee, kan ik er niet? Dat kan hij niet. Als iemand ergens vandaan komt, weet hij ook hoe hij weer terug moet gaan? Nee, ja. Ik niet. Ja, ik kan het niet helpen. Nee, maar Mamelou, dat kan hij niet helpen. Nee. En waarom kan jij het niet helpen? Vertellen? Ja. Ik vertel alles. Maar Mamelou, onze Noordman gaat vertellen. Let op, nou zul je horen wat je nog nooit gezien hebt. Nou, vertel maar. Ja, kom maar. Pipo, jij zoekt een avontuur, Mamelou. Als er iemand aan het woord is, moeten wij als grote mensen onze mond houden. Hè? Nou, vooruit. 1, 2, 3. Heups jij. Nou, kom maar. Ik leef in stoere Noordland. Jawel. Ik een houtje hakker. Sterk, met pijl. Iedere dag bomen om. Bams! Oh, ja. Bams. Nou zeg, dat is bams. Ik bedoel, dat is klare taal, hè. Ja, maar op dag ineens. Koud. Nee, bam. Nee. Wat dan? Grond. De grond heeft het koud. Nee, grond gaan schudden. Rotsen, splijten, broem. Zeg. En wat zeggen mensen? Geen idee. Mensen zeggen berg boos, schuld van peer. Van ja, chapertje, flapje. Wat een onzin! Ze kunnen een medemens toch zeker niet de schuld geven van een aardbeving? Jawel. Berg boos, schuld van peer, zeggen ze. En toen gooien ze mij het land uit. Toen gooien ze hem eruit. Mamelou, dat is het raadsel van dit jaar. Ja, maar eerst, ze draaien mij in de rond. Hele hard. Zo. Hele tijd. Zo. En toen duw, pats. Ja, grens over. Zeg,
En toen was je je koers en de muts kwijt. Ja, ja, ik kon niet meer vinden de weg terug. En toen ben ik maar gaan optreden als sterke man. Weer, en nou wil jij toch terug naar jouw land, alhoewel de mensen jou thuis akelig behandeld hebben, hè? Of Peer terug wil? Naar zijn land? Ja. Ja, 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 ja of nee? Ja. Nou, dat land zo vol met bergen, blinkend soms in witte pracht, waar de trollen en de dwergen grommen in de winternacht, waar de zomerzon blijft stralen, ook des nachts om 12 uur, waar de bergijsbeken klateren, daar ja is het leven puur. En daarom ja, soms dan moet ik snikken van het snakken naar mijn land. Ik vertik het om te wachten langer, want ik ben er dat getreuzel reuze beu. Breng mij terug, want lieve menske, het is zo sneu. Peer kan skiën als een knap man op de Vreure Vleutemeer. Of ik worstel voor de grap dan met mijn buurman Bruin de Beer. Ruimte zat daar, geen gekeutel van veel mensken in het verkeer. Ieder heeft zijn eigen heuvel, blij van geest en vrij van smeer. Ik snikke van het snakken naar mijn land. Ik vertik het om te wachten langer, want ik ben er dat getreuzel reuze beu. Breng mij terug, want lieve menske, het is zo sneu. Ik til de takkenbossen, meteen zwaai de armen op. Maak een boot, ga erop los en ik haal wel 1000 visjes op. Ik zwerf door wijde stoere wouden, bij felle zon of barre kou. Ik woon in het huis dat ik zelf bouwde, in het land waar ik van hou. Ik snikke van het snakken naar mijn land. Ik vertik het om te wachten langer, want ik ben er dat getreuzel reuze beu. Wees zo goed en help me, menske, het is zo sneu. Oh, Pipo, het is bijna niet om aan te horen, hè? Zeg dat wel, Mameloe. Pipo, zou er nou niks anders zijn? Iets waardoor hij zich de weg terug herinnert? Kan hij zelf alleen gaan? Mameloe, Pipo zal even zijn denkhoofd gebruiken. Ach, oh, beste menske, ik wil zeggen... Stil! Mijn man denkt na. Oh, met dit hoofd, hè? Mm. Ah, dit is moeilijk. Mm. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Ja, het is zwaar werk. Ah, hij is een bijzondere clown, hè? Hij kan niet alleen staan op de kop, hij kan er ook mee nadenken. Zeldzaam. Ja, Pipo. Weet je het? Ah, wel. Ja, 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 ja. Ik heb het. Ik heb het gevonden. Kom mee. Kom mee. Ja, ja, mee. Ja, waarheen? Dat zal jij wel zien. Kom mee. Ga nou maar. Ziezo. We zijn er. Mooie molen, hè? Ja, en dan moet je met je grote kijkogen die wieken eens goed in je opnemen, hè? Hoe draaien ze? Ze draaien zo. Ja, maar welke kant uit? Die kant, zo. Juist. En dan komt nou de grote vraag. Welke kant draaide jouw volkje uit voor ze jou over de grens duwden? Niet zo, nee. Andere kant uit. Juist, juist. En dan gaan we je nou gewoon terugdraaien. Bah. Wat, draaien? Ikke? Jij? Nee, jij. Ja, natuurlijk. Vooruit, stoer ijs, kom maar. Niet bang zijn, hè. Draaien, altijd maar draaien. De hele wereld draait zich. De wieken draaien, de molen draait, Pipo draait, alles draait. Oh, Pipo. Waarom doe je dat toch ook zo'n raar spelletje met Peer? Nee, nog geen spelletje, Mameloe. Maar hij is gewoon een beetje malende, Mameloe. Hey, ik bedoel, hij wist de terugweg niet meer, hè. Toen hebben ze, omdat ze hem in de rond hebben gedraaid. En Pipo heeft hem gewoon...
teruggedraaid. Oh, Pipo, en denk je nou dat hij de weg nu naar zijn eigen land wel weer weet? Ja, ja, kijk maar, Babalu. Hij kiest al een richting, hoor. Hoe denk je dat nou echt? Ja, natuurlijk, Babalu. Is dat de goede richting? Oh ja, ja, nee, ja, dat is te zeggen. Oh! Dit was de waterkant, hè? Ben je erg koud geworden, meneer Peer? Ja, lekker. Lekker koud, Dameloe. Is goed voor Peer. Ja, Dameloe. Ik bedoel, Bameloe. Ja, daar houdt hij van, hè? In het land waar hij vandaan komt is het niet altijd even warm, hè? Het is een soort diepvries. Nou, heer, drink dat nou eens uit. Daar knap je lekker van op. Knappen? Peer wil niet knappen. Nee. Nee, Peer. Het is goed voor je. Toe, drink nou maar. Ja. Kom. Peer wordt verwend. Ja, ja, ja. Net als vroeger. Thuis. Ja, thuis. Ik bedoel, thuis, ja. Thuis, in het land van de Noorderzon. Zeg, hoe is het daar nou? Hebben ze daar ook mooie huizen? Huizen? Ja. Ja. Net als deze hier. Oh. Hout. Alles van hout. Ja. Ruik net zo. Hout, hè. Hout. Och man, daar ben ik ook zo gek mee, hè. Maar ja, het is vandaag de dag duur materiaal. Want die boomstammen, hè, die komen van heel ver weg. Wat nou? Pipo, luister eens. Je moet het echt opgeven, hoor. Pipo, als Peer zelf de weg naar zijn eigen land niet weet, nou, dan kunnen wij hem toch ook niet vinden. Pipo, zielig maar vaar. Mameloe, Pipo heeft het grote voorgevoel. Let op. Luister. Dus, in mijn dorp, daar ruikt het net zo. Die houtlucht bedoel je? Zelfde lucht? Jawel. Nou, dat ken hij eens niet. Want die boomstammen binnen van een speciaal soort. Die komen ook van een speciale buurt. Uit het Noordland. Ja, natuurlijk. Ze komen allemaal uit het noorden. Maar ze van die hele grote wouden houden, zeg maar zeggen. Nou, Babalu, heb je het gehoord? Ja, maar Pipo, ik begrijp niet wat dat... Meneertje Per, we hebben het. Jipske joepie. Huh? Jipske joepie? Nee, het spoor terug, het spoor naar jouw land, naar jouw woonstreek. Ja, maar ik weet niet waar het is. Nee, ik ook niet, maar de bomen weten de weg. Huh? De geur van het hout zal ons de weg wijzen. Huh? Kom nou maar mee, stoere diepvriezer. Toch begrijp ik niet, Pipo, hoe jij die weg nou terug wil vinden als Peer hem zelf niet eens weet. Mijn bloed is er heel makkelijk. We gaan gewoon onze neus achter, Mameloe. We gaan gewoon af op de geur van de boomstammen. Hé, Mameloe, we hebben toch Foefie nog, onze papegaai, onze eigenwijze wegwijsvogeltje. Zoals jij de dingen zegt, hè, Pipo, klinken ze zo eenvoudig. Maar ze zijn het helemaal niet. Mameloe, wil je dat niet verder vertellen? Ik snikken van het snakken naar mijn land. Ik vertik het om te wachten langer, want... Ik ben er dat getreuzel reuzenbeu. Breng mij terug, want lieve menske, het is zo sneu. Rassaf! Langs water! Langs water! Ja, we hadden het kunnen weten. Om naar het land van de middernachtzon te gaan, moet je over een grote zee. Daarom had Foefie ons regelrecht naar de haven gebracht, waar een schip klaar lag dat die kant uit zou gaan. Nou zeg, wat een mooi schip, hè. Toen we eenmaal aan boord waren, hadden we tijd genoeg om alles te bekijken en overal van te genieten. Thank you.
Mama Lou was ook echt met vakantie. Ja, ze hoefde niet te koken, hè, want het eten stond op lange tafels klaar. Iedereen mocht zelf nemen zoveel hij wilde. Ja, je moet natuurlijk wel netjes je beurt afwachten, hè. Zo, is hij klaar? Ja. Hey, hallo. Zeg, mag ik ook? Ja, gelukkig. Zo, nou, goed zo, nou Bibo. Wat zegt u? Oh, ja, natuurlijk. De mens moet altijd beleefd blijven, hè. Ja, zo is dat. Zo, nou Bibo. Wat? Oh, jawel, dames. Oh ja. Zo, en hè, wie staat nou in? Wie is die meneer nou? Die ken ik niet, zeg. Oh, nou. Nou goed, dan. En wat? Oh, nog één. Nou ja. Wat zeg je? Oh, nou. Het houdt me. Oh, dat houdt niet op, zeg. Zeg, hallo, ik heb ook gehoord, hoor. Ja. Oh. Nou, oh, nou, dat die meneer dik genoeg was, zeg. Kom. Ja, dame. Ja, hè? Oh. Hallo. Hallo. Dat. Nou, zeg. Peer had alles natuurlijk weer het eerst op. Hij ging aan het dek om een luchtje te scheppen. En daar kwam je verrempelde kennis tegen. Iemand uit zijn geboortedorp. Wat je vreugde bij Peer, ja. Peer, werkelijk, je eet te veel. Versta ik het niet. Nog een gevuld eitje? Ja, lekker. Eet smakelijk. Oh, dank je. Bibo, heb jij geen honger? Nee, Mamelo, ik heb al gegeten. En gedronken. Oh, Bibo, luister eens. Zeg, Peren, die heeft er toch zoiets geks beleefd. Hij is iemand tegengekomen uit zijn eigen dorp. Wat, hier? Ja. Op dit schip? Ja. Arne Christiansen. Ja, wij vroegen samen op school. En hij nou in de scheep. Wat? Zeg, je hebt dat Zoutzeemannetje toch niet verteld dat jij op weg bent naar je land, hè? Naar je dorp. Ja. En hij blij, zo blij. Hij blij, zo blij. Zeg, wij brengen jou terug en ze hebben jou het land uitgegooid. En nou ga jij vertellen dat je weer terugkomt. Oeh, wat dom van jou. Versta ik je niet. Een gevuld ei. Oh ja, lekker dan, hoor. Ja, geef het door. Terplexen is op weg naar huis in Noordland. Waarschuw iedereen. Terplexen komt. Gevaar. Iedereen op zijn post. Terplexen komt terug. Alarm. Pipo was eerst een beetje ongerust omdat meneertje Peer, onze nieuwe sneeuwbiet, had verteld van zijn terugkeer. Maar dat was helemaal niet nodig. De uurtjes gingen voorbij en er gebeurde niets bijzonders. We genoten van die heerlijke zeereis. En gezond was het ook. Sommige mensen krijgen er slaap van. Anderen niet. Die worden klaar wakker en halen slimme streken uit. Jipsieke joepie, zo zit je op zee en zo zit je weer tussen het landschap. En wat een ruimte, heldere luchten, zuiver water, eilandjes en bergen. En overal mensen die blij waren om ons te zien. De vlaggen wapperden en de mensen wuifden en wij keken onze kijkogen uit. Thank you.
in het havenstadje stapten we aan wal. En Peer en Piepoog gingen de weg vragen. Nou, die doornmeneertjes waren wel erg behulpzaam. Dat kun je wel zeggen. Gelukkig vond Peer in de haven een groot houtvlot, gemaakt van de bomen uit zijn eigen buurt. We hadden het juiste spoor weer te pakken en we konden onze reis vervolgen in onze eigen wiebele wagen. Nou, we genoten volop van het uitzicht hoor. Het was een leerzaam uitstapje. Foefie wist nu verder de weg. Dat was fijn. Een mooie, rustige buurt. Ja, veel mensen zagen we niet. Maar een enkele zag ons wel. In het Noordland was het hartje zomer. En dan gaat de zon 's nachts nooit helemaal onder. Het blijft licht. Maar een mens krijgt natuurlijk wel slaap, hè? En een dier ook. Een stille plek vinden was niet zo moeilijk, nee. Op een klein weilandje stonden we gezellig en veilig. Zo, en nu naar bed. Mameloes slaapt al. Mameloes is een mannetje die dat rondschalde midden de nacht als verdacht. Heb ik verdacht? Ja. Kliet gewoon mijn hondje uit. Hij liet zijn hondje uit. Ja. Waar zit je hondje? Vicky, waar ben je? Hij is weggelopen, het hondje. Is een hondje. Hondje, hondje. Weet je wat jij kwam doen? Jij kwam hier om perplexen tegen te houden. Perplexen? Perplexen. Nooit van gehoord. Uk Johansenzoon. Nee. Jij hier? Nou, man. Ze kennen elkaar. Toch iets van vroeger. Ja, Mameloes. Maar dan is alleen maar de vraag, is het een goede kennis of een slechte kennis? Ah, voorstellen, is Ukke Johansen zoon uit mijn dorp? Haha, zo blij. Ja. Die Ukke zegt ze onverwacht, hè, midden in de nacht. Ja, ja. Zo blij, goeie Ukke. Hey, gaat goed, ja? Ja. Wat een genoeg. Ja, Per, ja. Ik moet nu weer gaan. Hij moet vrouw wagen. Ah, zijn vrouw, nog getrouwd ook. Oh, stille grapjes. Nog kindertjes ook. Ja. Liegmeester een Ukke toch, hè? Jij blijft nog nee, even. Nee, haast ik niet. Ukke, val jij maar in stukken. Zappen de flap, kijk nou wat heb je eronder. Hé, wat zit er in die zak? Hé, Ukke, wacht. Foefie, niet te geloven. Wat doet Foefie midden in de nacht in die zak onder het jasje van die vreemde man? Maar Mameloes, heel eenvoudig, je maakt de zak open, je haalt Foefie eruit, die vraagt het zelf. Piepo, haal jij dan even de kooi? De kooi. Foefie, kom dan. Ach, arme Foefie. De kooi. De kooi. Zo. Rekel, grijp mij. Wil het voeren. Zeg, jij nooit meer wegwezen. Wil kippensoep maken van mij. Ah! De flop zich. Eén ding is nou wel heel duidelijk. We zullen heel goed moeten oppassen op die ukkepukke vrienden van Peer. Onraad, wegwezen. Ja. Wegwezen, zei Foefie na de mislukte ontvoering. Maar natuurlijk, dat deden we niet. Als je iets begint, moet je het afmaken. En dus gingen we door. Maar Piepo had eerst wel een gesprekje met het meneertje waar het allemaal om ging, hè? Met die perplexe.
Ja, dat moet jij nou toch snappen. Die Ukke kwam niet om jouw gedachten te zeggen. Hij wilde Foefie meenemen. Ja, Ukke was altijd al liefhebber van de dieren. Nou, als kinder vingen wij samen vele fiskes. Ja, maar hij kwam niet om fiskes te vangen. Hij kwam om Foefie te vangen. Omdat Foefie ons de weg wees naar jouw dorp. En wat betekent dat? Hele slimme vogel, Foefie. Dat betekent dat ze jou niet willen zien in jouw land, in jouw dorp. Wel, maar Peer wil terug. Ah, zo fijn, zo mooi. Het beste plekje op aarde. En lieve mensen. Ja, die lieve mensen, maar die hebben jou als een draaitolletje het land uitgegooid. Wel, maar Peer is nu terug. Ah, al het andere al zo lang geleden. Alles vergeven en vergeten. Nee, Peer. Ze zijn duidelijk niet blij met jou. Oh, hè, Pipo. Jij bent zo knap met de kop. Jij doet het. Ja, Pipo doet het wel, hoor. Maar wat doe ik? Jij praten met de mensen van mijn volk. Praten voor Peer. Nou, ik wil wel praten, want ja, ik wil natuurlijk altijd weten waarom ze doen zoals ze doen. Hè. Maar eerst moeten we natuurlijk zien dat we er komen. Oh, we komen dus zo. We komen dus zo. Weer mooi, weggoed, weer alles leien het dak. Oh. Sap maar de vlog, wat was dat? De weg was versperd. Een dikke boomstam was net voor de neus van Nono neergeploft. Nee, voor Pipo was hij veel te zwaar in die woudreus. Wacht even, voor Peer niet hoor. Die sterke man. Ja? Dat ging je, jongen. Het liep op een haartje van het ezelneuzeltje goed af, hè, Mameloep? Pipo. Wat een toevallig toeval, hè, dat er een losse boom op de weg stond, hè. Pipo. En dat er een rukwind kwam die boom omver gooide. Pipo, het was geen toeval. Hè? En er was geen losse boom en er was geen rukwind ook, Pipo. Het was opzet. Mameloep, hoe weet je dat? Omdat ik ze gezien heb. Twee mannen die boom hebben omgehakt. Pipo, ik zag ze wegrollen heel hard. Heel hard. Sappere flap. Dus het waren wegversperders die ons proberen tegen te houden. Wat het ook is, ze willen Peer verdraaid graag tegenhouden. Ze proberen er een stokje voor te steken. Wat zeg ik, een stokje? Een hele boomstam. Stap voor stap drong onze ezelwagen door in de buurt waar Peer vandaan gekomen was. Ons verdwaalde Noormaniertje begon de omgeving te herkennen. De vormen, de kleuren, ja, en de geuren. Nou, wat... Ja, dat was het hout, die harslucht. Het kon niet missen. Onze harten begonnen sneller te kloppen, hè? Vooral dat van Peer. Let op, de bomen schuiven voorbij. Ja, peersbomen. We bereikten de eerste huizen. Peershuizen. Pipo en Mamelo begrijpen nu ook best waarom Peer terug verlangde in deze buurt. Het zijn hele fijne huizen, hoor. Met veel houtsneewerk en mos op de daken. Net sprookjeshuizen. Kijk, daar loopt een houthakker. Is hij uit Peersdorp? We zullen het zo weten. Ja, hij kent Peer. En Peer kent hem. Hé, waar gaat je nou naartoe? Sappen of flap zich. Ja, Pipo is er niet gerust op, hoor. Maar als we de hoek omgaan... Nou, maar niks aan de hand, hoor. Ze zijn blij met Peer. Kijk maar. Dat hadden we echt niet gedacht. Het is een heel gezelschap dat daar op ons wacht. Uh,
De deftigste man zegt dat we heel welkom zijn en of we warme koffie willen, hè? Ja, en in het dorpshuis krijgen we het allemaal. Nou, dat willen we best, hoor. Van reizen krijg je dorst. Het is heel gezellig binnen, hoor. Maar waar blijft die perle toch, Piebel? Krijgt een raar voorgevoel. Kriepeltjes in zijn rode neus. En waar is die juichende menigte gebleven? Zeg, ze hadden peer rondgedragen. Ze hadden hem meegenomen. Maar waar naartoe? Wat deden ze met ons vriendje? Waar is Peer? De mensen daar willen onze nieuwe vriendje meteen in de grote waterval gooien. Nou ja, dat mag natuurlijk niet. Om de mensen op andere gedachten te brengen, begon Pipo gauw een circuskunst te vertonen. Het hoogachte publiek vergat het slechte plan helemaal. Een circuskunst is nooit weg. Peer was gered. Voorlopig. Rustig, Rustig! En meneertjes, kindertjes, luister even naar Pipo. Wat jullie willen doen, dat is niet goed. Je kunt een vriendje Peer met zijn goede goed toch zomaar niet in het water gooien. Dat is toch niet netjes? Bah, foei zeg. Daar kun jij niet over oordelen, clown uit het zuiden. Peer brengt onheil. Als hij er is, dan komt er narigheid. Ja, stilte. Onzin, babbeltjes. Ik heb Peer leren kennen als een hele lange goedzak. Hij doet geen, hoe heet je beestje? Oh ja, geen vlieg. Hij doet geen vlieg kwaad. Of wij weten wel dat Peer niet slecht is. Maar het ondergrondvolk is tegen hem. Ja. Stilte! Luister even, wie zei je? Waarom zei je het over het ondergrondvolk? Ik. We weten het trouwens allemaal. Het ondergrondvolk is tegen Per. Als Per er is, dan laten ze de grond schudden. Waarom moet Per het land uit? Het is hier al die tijd rustig geweest toen Per er niet was. Toen waren ze niet boos. En nou zullen ze weer woedend worden. Oh, narig. Ja, rustig. Ja. Zeg, ze. Wie zijn nou ze hier onder de grond hier? Ik kan wel merken dat jij hier vreemd bent. Jij hebt zeker nog nooit gehoord van trollen. Trollen? Oh, trollen. Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, zie je wel. Dus bemoei je er niet mee? Ja. Pipo wil best weggaan, hoor, als hij niet welkom is. Maar mijn vriendje Peer niet. Die blijft hier. Het is Zeeland, dus hij komt hier te wonen weer. Maar ik zeg jou toch, de trollen zijn tegen hem. Ja, die trollen, hè. Daar wil ik toch wel eens iets meer van weten. Hoe zien ze eruit? Shhh. Jij zal het niet geloven. Alleen de mensen die hier geboren zijn geloven het. Oh, mevrouwtje, Pipo heeft op zijn wereldbolreis een heleboel vreemde snoes en smoeshanen ontmoet, hoor. Nou, ik heb mee te maken gehad met onderwatermensen en met grachtenkoninginnen en met hippe planeetlachplanetmensen. En wat heb ik nog? Ah, ja, maar ik kan mij met trollen. Trollen! Die heb ik nog nooit gezien. Hoe zien ze er nou? Shhh. Ja, ik zeg toch niks. Ja, daar mogen wij niet over praten. Maar het zijn een soort kabouters met veel haar. Ach, zeg, en waar wonen ze? Waar is het rijk van die langharige dwergen? Dat is overal. Overal. Oh, dan kom
nu een zeer belangrijke vraag natuurlijk namens Piepo's Denkhoofd. Hè. Waarom zijn die aardmannetjes kwaad op mijn vriendje Peer de Sterke? Het antwoord is dit. Ja? Wij weten het niet. Oh, dat is lekker duidelijk. Wij weten alleen dat ze kwaad zijn op ja. hem. Ja, 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 ja. En is er dan nooit eens iemand gaan vragen waarom ze kwaad zijn? Ah! Jij bedoelt naar het Rollenrijk, iemand van ons. Wat u daar riep, ja, dat bedoel ik eigenlijk, ja. Gewoon even naar die trollen gaan en de zaak gezellig uitpraten. Ja, jullie kunnen nu wel lachen. En ik vind het natuurlijk ook leuk. En ik wil ook graag mee lachen. En ik hou van een grapje, hoor. Ja. Maar dat moet natuurlijk wel grappig zijn. Ja, maar dat is het ook, clown naar het zuiden. Het idee dat een mens naar het ondergrondse rijk zou gaan. Ah, dat is iets onmogelijks. En heeft het idee, de trollenkoning laat niemand toe in zijn holle berg. Dit is toch onzin? Natuurlijk mag je naar binnen. Als je het wel vraagt, heeft er ooit iemand het hier wel eens geprobeerd? Geprobeerd? Niemand niet. Afgesproken, niet langer over praten. Eenmaal, andermaal, verkocht. Piepo zal het doen. Nee. Piepo gaat. Nee. Goede clown, waag jouw leven niet. Ja, nou ja. Piepo, je zocht je overal. Jij hebt wat gemist. Een roebeltje, mameloen. Piepo, ik heb me ondertussen nuttig gemaakt. Piepo, ik weet waar Peer naartoe is gevlucht. U hoeft niet zo zachtjes te praten, mevrouw. Wij weten het allemaal. Peer is naar de hut van zijn vader gevlucht. Hé, hey, hoe wist u dat nou? Omdat hij geen keus heeft. Niemand hier laat Peer in zijn huis toe, behalve Gamle Peer, zijn oude pa. Gooi hem in de waterval! Luister eens even, Piepo heeft een voorstel. Haastig is moed, is zelden goed. Piepo die gaat naar die trollen om de zaak gewoon even rustig uit te praten. Ach, ze laat je nooit toe. Ah, mevrouwtje, Piepo heeft hele speciale clownsplannen in zijn denkhoofd, hoor. Mijn man is de beste plannenmaker van de wereld, mevrouw. Ja, ja, ja. Hey, Piepo, maar naar de trollen, zei je? Ja, ja. Is dat niet gevaarlijk? Gevaarlijk, zei je? Ach, nee, natuurlijk niet, mameloe. Je kent Piepo toch, hè? Hallo, zijn jullie daar nog? En is de zaak, zijn jullie akkoord? Rustig. Wij raden het jou af. Maar jij bent een eigenwijs neuskloon. Wij geven jou 1 dag en 1 nacht de tijd. Maar als de aarde dan weer gaat beven, dan gooien wij vloep per het land weer uit. En dan mag je nooit weer terugkomen. Nooit! Sapper de flapper de flap. En dat was dat. Piepo had dus beloofd om naar het ondergrondse trollenrijk van de bergtrollen te gaan. Dat kon een ingewikkeld uitstapje worden, want geen mens was daar ooit eerder geweest. Maar eerst gingen we naar de hut van Peers pa. En daar hoorden we veel meer dingen over de trollen. Want Peers pa was een wijze peer. Ik bedoel, man. Jo, de trollen van onze berg zijn niet slecht. Nee, andere trollen zijn zo stoer als bomen, als rotsblokken. Maar de trollen hier niet, nee. Hoe zien ze eruit? Ja, klein, zeer veel haar. Lijken een beetje op schaapjes of op kleine beertjes. Ah, ja. Als ze nou beren zoet en schapen klein zijn, hè? Hoe kunnen ze dan die hele grond laten schudden? Oh, maar de krachten waarover koning Kneus beschikt zijn enorm. Koning wie? Koning Kneus. Oh, die. De bergkoning, de heerser der trollen. Hij regeert het ondergrondse rijk. Hoe weet u dat nou allemaal? Bent u er wel eens geweest? Nee, maar verhalen van mijn vader en diens vader en ik wel. Ja, soms in lange donkere winter komen trollen boven de grond. Ja. Nou, zij willen eten stelen of vee. Ja. En dan wij maken lawaai-spektakel. En stoken de vuur. Ja. Zeg, en komen die aardmannetjes alleen 's nachts uit de grond? En in schemer. Maar dat zij kijken in volle zon. Pat! Dan vallen ze. Nee, dan knappen zij paf uit elkaar. Paf. Net als ballonnetjes, paf zich. Nou, hoor je dat, mameloe? Zeg, dat is jammer. Kun je nooit eens een keertje lekker bruin worden. Luister nou, je wilt het nog
daartoe. Ja, ja, ik wil er maar naartoe. Zeg, meneer, vertel eens, is er ook een weggetje naartoe of een ingang of zo? Oh, dat weet geen mens. Zeer sneu. Ja, wat sneu, wat sneu. Zeg, maar er is toch ergens als een deurtje of een luikje of een rollenbollentrolletrap? Ja, want hoe komen die aardmensen er anders zelf uit? Ja, dat is een goede vraag. Zij maken gat in grond. Jo, ja, jo, komen eruit. Loop. Als kurk uit vlees. Jo. Hey. En als gevaar is... Gaan ze weer terug. Ja, ja, begrijp ik. In fles. Nee. Oh, grond. Oh, in grond. Zeg, en is er iets waar die trollen van houden? Iets chocolaatje of iets anders? Iets lekkers? Wat vinden ze fijn? Oh, levertrol. Wat zegt u? Levertrol? Levertrol, hoor. Deze bergtrollen zijn daar verzot op. Oh, nou, levert. Ieder zijn smaak, hoor. Levertraan, zeg nou. Is er nog iets anders waar ze van houden? Ballen van leventroon? Hoeden. Hoe zit u? Ja. Hoeden. Hoeden. Hoe groter de hoed, des te deftiger de trol. Zo zit dat door in elkaar. Ja, wat eigenaarde, zeg ik al, hè. Nou ja, Pipo, daar weten mensen gewoon het helemaal niet van af. Nou, maar ik zei het u al, het zijn geen gewone wezens. Nee. Nou ja, we zullen het wel zien, Pipo. Als we tot de mensen kunnen komen. Hoe is dat? We? Nee, mevrouw. Nee. U niet. Waarom ik niet? Nee hoor. Ik kan Pipo niet alleen laten gaan bij zo'n gevaarlijke tocht. Oh, maar u bent mensen, mevrouw. Oh, daar zijn trollen dol op. Oh ja? Dus ze houden van levertrein, oh. En dan houden ze van grote hoeden en dan van Mameloe. Nou, dus de derde plaats van Mameloe op onze plak. Oh. Pipo, nou geen grapjes. Gammele meneer, waarom Pipo wel en ik niet? Nou, als trollen mensen, mevrouw, kunnen veroveren. Ja. Zij moet de hele dag spinnen aan het spinnenwiel. En 's nachts moet zij in één stuk door. Kopkrabben. Kopkrabben? Ja. Pipo, hoor je dat? Nou ja, zo'n eigenaardig volkje wil ik niet ontmoeten. Pipo, jij gaat maar alleen. Ja, maar bedoel, we gaan. Gaan we alleen. Nou, meneer, ik zou zeggen. Trol, ik bedoel, skol. Oh, oh. Nee. Maar hoe kom ik daar nou, zeg? Ik moet toch weer... dat zal ik voor u uittekenen, hè? Ja, graag, want ik wil het allemaal precies zo niet weten. Kijk, u gaat hier. Nee, Babeloe zag het niet zo zitten. Ze voelde er niets voor om kopiekrouw te moeten doen als huiswerk bij een troep onverharige aardwezels. En dus ging Pipo alleen, dezelfde avond nog. Ik had nog een paar uur de tijd gehad om een plannetje te maken. Want eenvoudig zou het vast niet worden. Ja, Peers pa, meneertje Gammele Peer, had me over een plek verteld in het dal. Een hoekje waar de mensen tot nu toe het meeste trollenmannetjes hadden waargenomen. Hij had zelfs een landkaartje van de weg en naartoe voor Pipo getekend. De flap zegt, dit moet het zijn, dit moet de plek zijn waar die oude perenpaard over gaat. Die steen en die boom en nog een boom en nog, ja helemaal, ja dat klopt. Zullen we eens even kijken hoor, nou vlug, even opschieten, nou vlug, de arbeid, nee. Wacht eventjes hoor, even zo is er, het lijkt wel ook een spookjes actief wat ik allemaal doen moet, zeg. Even kijken. Iemand te zien? Nee. Hoe laat zou het eigenlijk zijn? Oh ja, 9:45, 10:00. Nou, dat is een mooie tijd. Nou dan gaan we vlug beginnen. Ja, en dan zit ik nou eens hier. Die mooie grote hoed erbij. Hoep. Konijntje uit de hoed, rolletje uit de grond. Nou, even kijken, wat zei je ook? Oh ja, de spreuk. Waar heb ik die spreuk? Die spreuk. Oh, ja, is dat iets voor Pipo, zeg? Dan moet je elkaar rommelen. Dwerg, kom eens uit je berg. Trol, kom eens uit je hol. Niks. Hallo, kom eens tevoorschijn. Ik ben het, Pipo. Ik wou eens met jullie gaan praten. Hallo, kom eens uit de bodem. Niks, niemand te zien. Schapper de flap, nou zie je, dat is ook mooi.
Dat wordt ook wat moois. Dat is ook wat moois. Daar zit ik nou. In het noordelijke buitenland om een gesprek te hebben met een vreemd soort holbewoners. Psst. Met een kopje krauttrollen van de bergkoning. Misschien zijn het ook wel verzinsels. Ha. Misschien zijn het verzinsels van de mensen hier uit de buurt. Hoe meer ik erover nadenk, het is zo. Dat is dan mooi. Daar zit ik dan voor niks, noppie, niemendal. Nou ja, zie je dat, Burk? Ja. Ik He? Zie het, Kirk. Zo gek boven mensen hebben we nog niet gezien. Wat je zegt. Huh? Zie je die voeten? Het lijken wel roeibootjes. Zo, met de flap, met de flap. Hallo, hallo, hallo. Is daar iemand? Ah, dit is Koep. Hij vraagt of er iemand is. Wat voor stommerd is dat, hè? Nog nooit zijn als kuiken gezien. Met een flapje. Ze bestaat dus toch. Hallo? Kom eens boven. Haha, hoor je dat? Of we boven komen. We zijn niet gek. Oh, wat een rare uitgebakken klomp van een bovenmens. Zeg, zullen we hem een smakmodder in zijn gezicht gooien? Hallo, zeg, als je dat maar leidt, hè. Pipo heeft zijn goede jasje aan. Zijn goede jasje, dat wat? Die oude vaaldoek. Haha, hij is bang voor ons. Juffershondje, aardbei neus, kippenkop. Ah, zeg, hou eens op met dat ondergrondse gegrinnik, hè? De grond schudt ervan. Haha, moet je horen. Dat noemt hij schudden. Moet je eens meemaken als we de grond echt laten schudden. We blijven niet lang staan. Bleken zwezerik. Schappen, de vapzit. Ja, dat is het juist. Over het schudden van de grond, daar wil ik met jullie over praten. Daar wil ik met jullie baas over praten. Waarop doen jullie zo lelijk als mijn vriendje Peel in het land is? Hallo? Jij hebt me verstaan? Kom eens boven als je durft. Hallo? Hallo? Ja, kom eruit of ik scheid eruit. Weg. Weg. Niks. Ze zijn verdwenen. Maar ze bestaan wel. Tuurlijk. Ik heb die spreuk, maar ik had nog veel meer moeten doen. Weet je wat ik natuurlijk had moeten doen? Ik heb die leventraan van die oude perenpa het over had. Natuurlijk, die leventraan die had ik gewoon moeten rondsnoeien. Zei die trollen zijn zo dol op leventraan. Sappen of ja, nou, dat had ik natuurlijk moeten doen. Maar ja, dit heb ik dus niet gedaan. Nou, sappen de flap zit hier. Ik heb het verkeerd gedaan. Nou, het is dus niet mogelijk door te dringen in het trollenrijk. Nou, dan wordt dit Pipo's eerste mislukte avontuur. Schappen de flap zich. Ja. Mamalou, die zal ook wel niet blij zijn ermee, denk ik, zeg. Als ze het allemaal hoort, hè. Die leventraan, die helpt ook al niet. Doe je. Ach, wat nu? Ja, wat... Zo, hij toen het dal in het trollendal, waar klein... En een hoed heb ik hier ook nog, waar die trollen zoveel van houden. Weet je wel, ze waren zo dol op een hoed. Oh, en die heb ik nou helemaal voor niks meegenomen. Hé, sappen de flappen, de flapje, trolletje. Kom eens hier, luister eens even. Ja, dat dacht ik wel. Die troll kan niet terug met die grote hoed op. Die is op de groot gehad. Groot genoeg, ook voor Pipo. Ziezo, het was dus toch waar. Trollen bestonden echt. Het waren brutale wezentjes. Je kon ze lokken met leventraan en ze waren te vangen onder een hoedje. Nou ja, eigenlijk vingen ze zichzelf. En Pipo's plannetje lukte. Tot zover was dat ook waar. Het meer spiegelde in het maanlicht. Hé? Die trol pakte een bootje. Ja, maar Pipo ook. Het werd een geheimzinnig vaartochtje.
Waar was hij nou gebleven, zeg? Misschien in die spleet daar in die rots. Wacht even, dat doe ik ook. Dan is het dus hier. Hier is het paleis van de Trollenkoning. Daar loopt een soort opgepompte trollenportiertje bij de ingang. Hoe komt Pipo nou langs die rare nachtwacht? Wat zijn die oude pierenpa ook alweer? Ze kunnen niet tegen de zon. Van de proberen. Oude perenpa, hij had gelijk. Ze kunnen niet tegen de zon. Lastige eigenschap. Zich nu wel laten zien aan de trollen als allereerste mens. Wie ben jij? Ben jij een geest? Los op dan en verdwijn. Maar ben jij een mensenwezen? Hoe waag jij je dan in mijn rijk door te dringen? Meneer, ik ben gewoon Pipo de Clown, hè? Ja, zo ben ik van voren en zo zie ik van achteruit. Een clown? Dat soort ken ik niet. Een wit dier met een rode lachenbek lijkt je. Oh ja, nee, meneer, ik ben gewoon de Sjappe de Flop Clown, hè? Ik ben eigenlijk zo gezegd, kort gezegd, een zwerver. Ja, ik zwerf van hier, vandaar, beginnen, overal en waar je maar wil. Overal. Ik ken hem! Hij is boven! Ik heb hem gezien! Van boven? Kom jij uit het daglicht? Hey. Maar dan ben je je mens! Een mens! Ja! Maar dat kan ik toch ook niet helpen, meneer. Ik had ook wel iets anders willen zijn, hoor. Een lapjeskat of een leuk eentje. Een mens! Hier in mijn ondertrolse grondgebied. Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Oh, nee. Nou, maar één keer moet de eerste zijn. Oh, maar dat is een historisch moment, eigenlijk, hè. Dan moeten we eigenlijk een minuut stilte in acht nemen. Daar gaan we dan, hè. En een hip, hip, hip. Bravo, Pipo de Clown. Hip, 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 hip. Een mens, dat is tegen alle natuurwetten in. Wie heeft jou hier binnengelaten? Oh, eigenlijk niemand. Pipo heeft zelf een doorgangspoortje gevonden. Het is de schuld van Bulk. Hij pakt de loet aan. Niekes, dat is jij. Oh, je staat een liegen dat je barst. Barst zelf. Nee, jij barst. Barst, barst, barst. Hé, alweer één. Zeg, meneer, vindt u dat nou goed? Dat moeten ze zelf weten. Als ze pas zeggen, dan doen ze dit ook. Moet je niet een beetje zuinig zijn op je volk? Nee, ik heb er genoeg massa's, trollen. Maar jij! Ja,
Ik wil liever niet, pastoor. Piebo blijft liever gezond. Zeg maar, ik ben hier gekomen om met u te praten over mijn vriendje Perplexen, de houthakker. Perplexen? Ja, kent u die? Ja, ben jij een vriend van Perplexen, de houthakker? Ja, dat u zeggen, ja. Nee, werp hem in de krater! Nee, alsjeblieft, nee, meneer, ik wil nog even... Hallo, wat doe je? Hallo, snap je de vlam, wat doen jullie met Piebo? Wacht eens even, wacht eens even. Hou er mee op! Enge griezelige clown, doe weg! Een zon op je gezichtje moet je schamen! Meneertje, ik ben erg trots op mijn zonneteken. En ik hou er alleen mee op als jij mij vertelt waarom jij zo lelijk doet als mijn vriendje Perplexen in het land is. Waarom? Waarom? Wat heb jij ermee te maken? Dat is mijn probleem. Ja, ja, maar Piepo is er om problemen op te lossen. Die waar, Mameloe? Oh, Mameloe is er vandaag niet, weet je dat? Oh, clown, kun jij problemen oplossen? Ja. Och, help me dan, laat me los! Laat hem los. Och, clown, ik heb het zo naar. Ach, heb u het zo naar. Zeg, ja. Zo is de bron binnen, zo is de zielepiet. En mijn lieve kleine trollenvrouwtje, och, ze is zo foei lelijk. Uw vrouwtje? Ja. Zo lelijk? Ja. Ach, dat is niet leuk, hè? Dat is wel leuk. Oh, dat is wel leuk. Wij trollen houden van foei lelijk. Oh, nou ja, ieder zijn smaak, zeg je. En waar is uw trollenvrouwtje nou? Weg, dat is het hem juist. Gevlucht, ze is naar het ijspaleis op het topje van de wereld. Ah, dat is een eind, zeg. Ja, dat is de schuld van die Perplexen. Omdat die altijd zo'n oorverdovende herrie maakt. Herrie? Perplexen? Waarmee? Waarmee? Met zijn bijl. Hij is de sterkste houthakker van de wereld. En als hij met die zilveren bijl daarboven tegen die bomen staat en slaat, dan dreunt dat hier door tot in mijn rij. Oh, ja. Dat is een soort burengerucht. Ja. Ja. En daarom is uw vrouwtje gevlucht. Ze kreeg voortdurend schele hoofdpijn van die herrie. En daarom is ze gevlucht. Ja, ach. En meneertje, wat heb jij toegedaan? Waarom is dat vrouwtje van jou dan gevlucht? Wat heb jij gedaan? Jij hebt de grond laten schudden. Ja. Nou, en waarmee heb jij dat laten doen? Met deze machine. Hey. Wat is dat voor een ding dan? Dat is een mooie machine. En daarom hebben ze het land uitgegooid, het volk. Nu is het stil daarboven. Maar daar heb ik mijn lieve kleine vrouwtje Knakken niet mee terug. Nee, daar heb je Knakken niet. Heet ze Knakken? Ja. En u heet Neus? Kneus! Oh, Kneus! Knakken en Kneus, wat een leuke naam is. Zeg maar, waarom stuurt er niet een klein briefje naar boven? Lieve Knakken, kom gauw terug. Alles vergeten en vergeven, je eigen Kneus. Dat is onmogelijk. Dat paleis is te ver weg. Ah. En te koud, daar kan niemand komen. Nee. Trollen misschien niet, maar clowns misschien. Pardon, misschien wel. Kun jij daar komen, clown? Nou ja, ik heb toch toevallig niks anders doen. Jawel, eerst mijn vriendje Perplexen wegbrengen. En dan uw lieve vrouwtje Perplexen, Knakken. Perplexen? Maar die is toch ver weg? Ja, nee, dat wil zeggen, hij is... Hij is toch niet terug? Nee, hij is... Hoe eerlijk de waarde... Hij is er weer! Perplexen bij zijn oude vader zat erboven. Trollen! Betrol de dreunmachine! Laat de aarde beven! Nee. Alle! Ik moet boven! Ja, het was weer zover. Perplexen had het niet kunnen laten. Hij was weer gaan houthakken en de slagen van zijn bijl veroorzaakte al die narigheid. Weer werden de mensen in de streek opgeschrikt. Ze raakten in paniek en gingen op zoek naar de oorzaak. En die oorzaak was Perplexen. Nu gaan ze hem in de waterval gooien als er niet gauw iets tussenkomt. Niet
iets als een clown, bijvoorbeeld. Dat was maar net op het allerlaatste nippertje. Peer was voorlopig gered en durfde weer voorzichtig een beetje te glunderen. En nou maar eens kijken of we die dolle dorpsbewoners tot een andere gedachte kunnen krijgen. Geweest in het in de Binnenbergse land. Ik heb persoonlijk met die trolle knolle mannetjes gesproken. Oh, stil! Ja, stil! Clown! Wij weten allemaal dat jij een eerlijk mens bent, maar jij bent een artiest. Dus jij hebt ook veel fantasie. Ja, want als jij bij de trollen was, dan was je er nog. Ze laten nooit iemand los. Ja, ze willen hun geheimen voor zichzelf houden, die onderwezen. Ja. Ik weet, het klinkt ongelooflijk, maar het is waar. Piepo is er geweest bij die langharige knolbewoners. Heus. Ik weet, het klinkt zo raar als een knol staat voor een varkentje. Maar ik heb gesproken met koning Kneus en de hoogheid die knolvormige hemzelf. Nou, dat heeft er niets uitgehaald, want de aarde is weer gaan beven. Doe Perry niet, want was het rustig. Mm. Hij moet het land weer uit. Ja. De waterval in. Hooggewaardeerd schreeuwlelijk publiek, Piepo heeft de oplossing. Peer moet gewoon nooit meer hout hakken. Wat heeft het hout hakken van Per nou te maken met die aardbevingen? Alles. Ik zal het geheim in één keer verklappen. Let goed op, Piepo zegt het maar één keer. Als Peer hout hakt, krijgen de trollen hoofdpijn. Dan worden ze kwaad. En daarom schudt de grond, zodoende. Zeg dat nog eens. Let goed op. Als Peer hout hakt, krijgen de trollen hoofdpijn, dan worden ze kwaad en daarom schudt de grond. Zodoende. Nou jij. Als Peer hout hakt, dan... Krijgen de trollen hoofdpijn. Krijgen de trollen hoofdpijn. Dan worden ze kwaad. Dan worden ze kwaad. En daarom schudt de grond. En daarom schudt de grond. Zodoende. Zodoende. Sapper de flapper. Sapper de flap. Nooit niet meer hout hakken. Nooit niet meer hout hakken. Nou ja, Peer, je kan toch wel een ander baantje gaan zoeken? Nee, versta ik niet. Toen nou, er zijn nog zoveel nette beroepen. Postbode bijvoorbeeld en... Melkboer, wat vind je daarvan? Dat is ook heel nuttig. Zo gezellig, melkboer. Zeg, en de grond gaat er in ieder geval niet verschudden. Ja, maar... Kijk, wat? Mijn armen. Peer is een geboren houtjaker. Ach. Met zilveren bijl in het bos. Lekker, leuk, dat is mijn ideaal. Wam, ja. Boem, Wam, boem, dan word je zo in het land uitgegooid. Of hup, flups, het water in. Mijn zoon, luister, Norme. Ja, pa. De clown hier heeft gewaagd zijn leven om het geheim der trollen te ontdekken. Een mooie, moedige dood. Nu moet jij ook doen wat het beste is voor jou en voor ons land. Gammele meneer, u moet zich niet zo inspannen. U trekt het zich allemaal veel te veel aan. Ja. Wacht,
Hier, drinkt u wat. Oh, dus pa wil het ook. Ja. Nou, wat moet ik doen? Ja, wat moet je doen? Nou, jij denkt nou eens, kom, het is natuurlijk een heel pieker, pijnsprobleem. Dat ding was heel goed daar onder die krullenbol van jou, hè? Er is toch wel iets anders wat je zou willen doen na houthakken? Een ander baantje, iets gezelligs, ietsje. Clown niet, daar ben ik nou en jij iets anders verzinnen. Nou, dat ding nou eens goed daar. Heel goed nadenken. We weten wel iets. Je hebt de tijd, denk rustig, rustig. Nou, we hebben niks anders te doen. Nou, vooruit, kom maar, denk. Ja? Weet je wat? Ja, hij weet het al. Zie je wel, wat snel. Ja, shoppen. Ja, hij weet al. Hij weet al een ander baantje. Natuurlijk, zie je wel. Ja, hij weet het. Wat weet hij? Nou, Mameloe, hij weet dat hij iets anders wil gaan doen. Want hij pakt zijn bijl, Mameloe, en nou gaat hij. Zijn bijl. Wat gaat hij? Zijn bijl. Oh, shopper de vlap, Mameloe. Oh, hij wist het niet. Mameloe, het enige wat Pier wil, dat is na het houthakken, dat is een houthakken. Ja. Ik kan het niet helpen. Nee, jij kan het niet helpen, maar Pipo kan het ook niet helpen. Pipo, je moet echt iets verzinnen, hoor. Ja. Oh, man, trekt het zich erg aan. Ja, Mameloe, maar wat, Mameloe, wat? Pipo, ja. Kun jij Pier nou niet een afleiding bezorgen? Ach, nee, Mameloe, maar wat moet ik nou doen, Mameloe? Als hij buiten komt, Mameloe, en hij ziet de boom staan, dan pakt hij zijn bel en dan begint hij weer pang op die boom in te slaan. Ik weet het, Pipo. Nou ja, maar er moet toch iets anders zijn? Huh? Ieder mens wil wel eens een keer iets anders, Pipo. Ja, nou, natuurlijk, Mameloe. Ja, als de Pipo... Nou, Pipo zou het wel weten, hoor. Nee. Als ik iets anders... Weet je wat ik zou doen, Mameloe? Ik zou gaan reizen. Ja. Ik zou gewoon gezellig op reis? Sapper de flap, dat is het. Mameloe, Peer gaat de Pipo mee op reis. Zie je wel, Pipo? Ja. Ik wist wel dat jij iets had. Ja. Pipo? Ja, Mameloe. Pipo, jij zei op reis. Ja, Mameloe, op reis. Maar dat is de bedoeling niet, Pipo. Het avontuur is nu bijna uit, hè? Nee, Mameloe, het avontuur is pas begonnen. Pipo, nee. Mameloe, ja. Waar wil je dan nu weer naartoe en waarom? Had ik jou dat nog niet verteld, Mameloe? Sapper de flop, dat is waar ook. Pipo heeft die trollenkoning iets beloofd. Iets beloofd? Ja, kijk, Mameloe, dat vrouwtje van dat is weg, Mameloe. Ja, die kreeg zijn hoofdpijn van het gedreun op die grond van Peer, Mameloe. Van het schudden van die grond. En toen is dat vrouwtje, dat is een heel lelijk, lelijk vrouwtje, Mameloe. Ja, die is gevlucht. Gevlucht waar naartoe? Waar naartoe? Naar het topje van de wereld, Mameloe. Die is gevlucht naar een ijspaleis, dat lelijke vrouwtje. En daar zit ze nou, Mameloe. Ja, Mameloe. Daar komt bijna nooit iemand. En Pipo heeft beloofd aan die trollenkoning om dat lelijke vrouwtje terug te halen. Dus, Mameloe, pak Pipo's boeltje maar in en doe die twee lekkere wollen sokjes ook bij hem. Wat zegt u? Oh ja, en een drankje, Mameloe. En doe er een lekker flesje antivries bij, ja. Ja, er was geen houden meer aan. Pipo had het beloofd. En wat je belooft, dat moet je altijd doen. Ja, de volgende dag verlieten we de blokhut van gammele Pierpa. Mameloe zou bij hem blijven om de oude meneer te verzorgen. Mameloe houdt niet zo van de kou. Van het vastgoed droogt er bijna niet. Ze hoopte er het beste van, hè, mijn trouwe clownsvrouwtje. En daar gingen we. Op reis naar het topje van de wereld. Nou, in het begin was er nog geen sneeuwvlokje aan de lucht. Het was nog steeds zomer. En in de dalen bloeiden de bloemetjes. We genoten van de natuur, ieder op onze eigen manier. De weg was lang, dus we moesten stevig doorstappen. Nou, daar had Perplexe op zijn lange loopstelten geen moeite mee. Maar Pipo zakte een beetje af op zijn slof schoenen. Well.
Gelukkig was er ook nog een soort openbaar vervoer. Dat ging veel sneller. Nou ja, snel. Reizen maakt hongerig en slaperig. Een waterval ruiste een slaapliedje voor ons tweetjes. En de volgende dag werden we uitgerust en fris wakker. Ja, vooral na een verfrissend bad in de waterval. Twee dagen later bereikten we een herberg aan de voet van de bergen. Daar hadden we een ontmoeting met een andere beroepstrekker. Die gaf ons goede raad. Het hoogste noorden. Willen jullie daar naartoe? Ja, dat is ons racetrackdoel. Daar komen niet veel mensen. Ik bewonder jullie wel. Ja, dat doet Pipo zelf ook, hoor. Maar het is natuurlijk wel ontzettend stom. Versta ik u niet. Keer terug. Uilenpakkers. Versta steeds minder. Neem jij nog maar een lekker visballetje. Zeg, meneer, leuk hoor. Leuk dat jullie zo aanmoedigt. Daarheen, waarom zou je het doen? Wou je dat weten? Ja. Ja, maar Pipo vertelt het niet. Een geheim? Ja. Daar hou ik van. Zwijgen is goud. Niet dat opschepperige gepraat nee, en zo. Nee, dat vind ik ook. Zeg, meneer, maar die gevaren waar u het over had, vertel er iets meer van. Ja. Uit weten? Ja. Jammer. Jij hebt gelijk, wij moeten niet zoveel praten. Zing het dan maar. Weet je wat jij bent? Nou? Een grappenmaker. Het is niet waar, hoe weet u dat? Maar ik zal je toch één tip geven. Zon aanbidden. De kortste weg naar het kille noorden. Ja. Ik zei, de kortste weg naar het kille noorden gaat door het zingende woud. Die weg. Ja. Moet je niet nemen. Dat is jammer, Pipo houdt zoveel van naaldbomen en van die mooie bossen. Ik zei, zingend woud. Ja, ik versta u wel, zingend woud. Ja. En wie zingt het dan? Het woud zingt zelf. Weet u wat u bent? U bent een grappenmaker. Nee, er is geen grap. Wie dat bos ingaat, komt daar niet gezond uit. De geheimen van het hoogste noorden onderschat ze niet. Geluid, de muziek, het kleeft aan je. Het geluid trekt je dieper het bos in. Tot een plek waarvan niemand terugkeert. Zeg, meneer, weet u wat u Pipo hebt gemaakt? Ja, bang. Nee hoor, nieuwsgierig. Kom mee, Bert. Op naar het zingende bosplan. De pieppoepij is op. En de laadjes uit. Kom even hier, kom hier. We wisten nu dus de kortste weg naar het hoge noorden. Of het ook de gemakkelijkste weg was. Dat zouden we wel merken. Ja, natuurlijk had Pipo wel naar de waarschuwing geluisterd. En hij nam een voorzorgsmaatregel. Watjes in onze oren tegen lokmuziek en zo. Want Pipo dacht me zo, wat hij hoort, wat hij deert. Peer vergat zijn één oor dicht te houden en was verloren. En toen hoorde Pipo het ook. De vreemde windwoudklanken. Die muziek kreeg ons te pakken. We moesten er naartoe. Of we wilden of niet. Wij zijn de bomen van...
liever op de plaats van hout. Wij klemmen ons met onze mast aan lieve moeder aarde vast. Een vader wind die ons bemint, blaast uit het verre noorden. Een takkenlied vol hoge woorden, een levenslied. Maar, oh, kon ik dat maar wezen, een echte boom, bijvoorbeeld zoals deze, groeiden mijn armen ieder jaar. Kreeg ik knopjes in mijn haar, had ik telkens nieuwe blaadjes om te lezen. Zo, buurtbevlak, die stem, dat kan toch niet? Bomen zijn onmisbare steunpilaren. Alle uren, dagen, maanden, jaren. Want de hemel, weet je dat, viel op aarde en bij plat. Als die bomen daar niet altijd tussen waren. Niet hier in dit bos, zusje Plom. Sappende flappende flapsje, die Plom helemaal in het hoge noorden. Nou, wie had dat nou gedacht? Ja, en jij dan, Pipo? Eh? Een clown die hoort in de bewoonde wereld waar de mensen wonen, die lachen willen. Ja, die lachen willen. En wie zou jij hier nou aan het lachen willen brengen, hè? De bomen? Het struikgewas? De bomen en de struiken, doe nou. Dus onzin. Bomen en struiken, die kunnen niet lachen. Het enige wat ze kunnen, dat is een beetje suizelen en zingen. Ja. Zingende bomen, zeg. Nou, die kom je ook niet iedere dag tegen, hè? Het is de wind die het doet. Ja? Die blaast door de takken en dan lijken het woorden. Tenminste, voor wie het verstaan wil, die kan het verstaan. De anderen niet. Maar voor die anderen heb ik er woorden op gemaakt, Pipo. Wil je het horen? Een liedje? Ja? Nou, dan kun je me binnen de dag wakker voor maken, hoor. Kom maar. Dat gaat zo. Je moet me natuurlijk eerst vertellen wat jij hier komt doen, Pipo. Nou, moet je horen, ik... Nee, eerst zien. Omdat jij bent, Pipo. Ja. En omdat hij is... Wie is hij eigenlijk? Hij? Zingen. Ja, ik ga zingen. 1, 2... 4. Waar is Mamelou? Mamelou, die is bij... Zingen. Oh ja. Plom, kom. Nou, serieus. Ja. Nou, het gaat zo. Bomen vrienden, bruin en zwart en blanke. Ik weet precies hoe ik jullie moet bedanken. Word ik ooit het zwerven moe, denk ik niet naar huisje toe. Moet dat huis wel zijn gemaakt van jullie planken. Allemaal, wij zijn de bomen van het woud. Van hout. We klemmen ons met onze bast. Wij klemmen ons met onze bast. Aan lieve moeder aarde vast. En vader wind. En vader wind. Die ons bemint. Blaast uit het verre noorden. Een takkenlied. Voor hoge woorden. Een levenslied. Een bond op groen van warme hout. En het eeuwig groen. Eeuwig groen.
bravo, 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 bravo. Ik moet eerlijk zeggen, zeg. Ik zeg, voor bomen die 200 jaar oud zijn, zijn ze toch goed bestemd. Ik bedoel, bestand. Nou, een beetje houtig zijn ze wel, Pipo. Ja, er zitten een paar sparren bij hè, die niet zo goed maat kunnen houden. Nee, dat is waar. En een beukenboom die zijn nootjes iets te hoog aanhoudt. Hoorde het. Ah, het blijft een bos natuurlijk. Ja. Zeg, nou even een vraag namens het boshoofd. Ik bedoel, het denkhoofd. Hoe komt Plom nou eigenlijk hier? Ja, dat zal ik je vertellen, Pipo. Kijk, ik was een beetje aan het zwerven hè, met mijn popmobiel. Ja. En toen gingen er een paar poppen kapot. Ze kregen de houtwurm in de kop. Nee, wat zielig zeg. Ja. En er is niks aan te doen. Nee, ik weet het. Eerst krijgen ze barstende koppen en toen barsten ze helemaal. Ja, ik ken dat. Ik weet het. Van die trollen ook. Pan. Trollen? Ja. Zeg jij trollen, Pipo? Heb jij trollen gezien? Vertel, vertel eens. Nee, nou straks wel, want ik heb nou gezien. Trollen? Is hij er ook, hè? Trol. Meneer, ik ben Plom. Is u een troll? Versta ik het niet. Het is een verdwaalde houthakker. Ik kwam hem tegen in ons land, hè. En daar stond Paul van de Heimwee. En nou, dan breng ik hem gewoon terug hier naar zijn eigen land. Dat is het. Oh, en daarom ben jij hier. Dat is het. Oh, Pipo, wat knussen, wat gezellig. We zijn maar zo'n piepklein tweepersoonsfamilietje. En toch lopen we elkaar steeds patsboem tegen het clownslijf. Weet je wat het is? Patsboem, de wereld is te klein. Ja. Ja. En soms zit het in de lucht. Je gaat je neus achterna en dan moet je weg, ergens naartoe. Ik was op zoek naar levend hout en toen kwam ik in dit woud, het zingende woud. Dus, Pipo, als ik nou van zo'n stuk hout een pop maak, hè, dan word ik vast heel zingend en ik bedoel echt sprekend. Net echt. Hout is mooi. Yeah. Peer houdt er ook zo van. Hij kan echt praten. Ja, bedacht je. Wat leuk. Ja. Zeg, waar gaan jullie nou naartoe verder, Pipo? Oh, wij gaan naar het allerhoogste noorden. Het allerhoogste noorden? Het allerhoogste wat er maar is. Oh, daar word ik duizelig van. Ja, denk ik. Ja. Ga je daar voorstellingen geven? Zo van... Hooggeachte ijsberen en andere koukleumen. Hou je vast, dan glijd niet uit. Hier is Pipo met zijn malle snuit. Nee, wij gaan er helemaal niet naartoe om voorstellingen te geven. Nee. Wij gaan naar het allerhoogste noorden. Want daar, hè, op het takje van de wereld, daar is een ijspaleis. Een ijspaleis? Ijspaleis. Ja. En daar woont een weggelopen trollenkoningin. Trollenkoningin? Trollenkoningin. En die is oerlelijk. Oerlelijk? Oerlelijk. Ja. Maar ze moet terug. Terug? Terug. Ja. Plom zette grote kijkoog op toen ze hoorde wat we allemaal van plan waren. Het was een onzinnige onderneming, zei ze. Het was een dom waagstuk, zei ze. Niemand haalt zoiets geks in zijn hoofd, zei ze. Je moet wel man zijn om zoiets te doen, zei ze. En ze zei ook, ik ga mee. En dus ging ze mee. Ze is nergens bang voor. Net als Pipo. Haar auto moesten we achterlaten. Want waar wij naartoe gingen, daar waren geen wegen. Het werd een voetreis. Ja, we kwamen steeds hoger en hoger. Totdat we de eerste sneeuw bereikten. Nou ja. Hé, wat is dat? Nou, dat is het zeg. Kom. Nou ja, dat was direct grote ijspret, hè. Dat kun je wel begrijpen. Maar koud, koud was het wel. Laatste handelsposten van Noordland. Oh, ja, laatste soep
voor de pal. Ah, lekker. Ik kan best trekken wat warms. Jij ook, Pipo? Hij zegt niet veel, hè? Als je kakenbeen zit een beetje bevroren. Ja, kan gebeuren. Oh, hallo? Hallo? Valk? Hallo? Kan ik hier mijn broertje alstublieft even ontdooien? Oh, Per, kom maar. Kom. Zo. Laten we mijn broertje hier maar even parkeren. Ja. Ja, ontdooien. Goed voor gezondheid van Pipo. Ja, ja. Oh, Pipo, zeg nou eens wat. Oh, Pipo. Nee, kan niet. Moet soep in. Ja, soep. Dat moet er zijn. Dat stond op het bord buiten. Hallo, soep, meneer. Waar zit je? Geen volk. Vuur brandt. Vreemd. Wel vol met rommel, zeg. Wat is dit nou weer? Oké, pas op. Mijn broer. Kapseister. Oh, vasthouden en zoeken, dat gaat niet gelijk. Dus zal ik hem wel vasthouden, ga jij maar zoeken. Ja. Oh, Pipo, lach nou eens. Allee, lach maar niet, anders vallen je wangen misschien een scherven. Er moet soep in. Zie je al wat, Per? Hier niet, daar niet. Hallo, volk! Hé, hey, die ijsbeer beweegt. Ja, zie je het ook. Ze verkopen je ijsberen met levende vulling. Hij wacht eens. Voordat ik stop. Pardon? Er zit nog geluid in ook. Wat is dat? Het is de eigenaar. Die slaapt. Jammer, hè? Ja, maar dat is te gek. Hé, hey, zeg. Hallo, meneer. Wakker worden. Het is de hoogste tijd. Er zijn klanten. Hallo. Oh, wacht maar even. Dat is een kampioen slaapzak. Maar hij moet wakker worden, hoor. Hij moet zeggen waar de soep staat. Het is voor Pipo. Gaat niet. Als Norman slaapt, slaapt Norman. Moet hij geen winkeltje beginnen? Hallo? Hallo? Wat is dat hier voor een bediening? Zelfbediening, Norman. Waar staat de soep dan? Nou? Hier, boven de haard. Boven de haard? Ja, ja. Haha, dat zal wel. Ja, boven de haard. Nou, zeg dat dan. Lekker soep. Nou, iets voor Pipo. Wacht even. Per, leg jij mijn broertje vast even neer? Ja. Zo. Zo. Beetje plat. Ja. Erg maar, Pipo. Iets lekker binnenwaarts opwarmen met goede hete antivriessoep. En dan nog een beetje. Gaat het, Pipo? Kakenbeen ontdooid. Geef geluid of ik schei uit, Pipo. Schapperen, de flapper, de flapper. Gelukkig! Hij flappert weer! Hij flappert weer! Pipo heeft het een beetje koud. Pipo, je zat vol met kippenvel. Ja, en nou opstaan, opstaan. Mijn gevel. Goed. Goed de botten bewegen. Reuze goed voor bloedstroom. Ja. 1, 2, geef me stiekelen. 3, ja. Hap. 2, 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 dit is Plom en dit is Peer en ik ben Pipo, zojuist ontdooid. Aangenaam. Hé, hey, joh, zijn wij niet welkom? Nee, natuurlijk niet. Midden in de nacht. Midden in de nacht. Het is dagtijd. Het is gewoon tijd om... Het is de maand van mei. Het is de maand van mei, ja, joh. Wat? Op z'n van... Nee. Geen mij. Wat zei die? Norman denken is nog wintertijd. Winter? Oh, wat oliedom. Het is midden in de zomer. Ja, maar warm is anders, hè? Ja. Wat was het, zijn jullie? Oh, dat gaat lekker snel. Zomermaand. Zomermaand, oh. Hey, is er wat? Oh, ben je zielig? Winterslaap te lang gehouden. 4 maanden heb ik me verslapen. Ah, zult u zich wel lekker uitgeslapen voelen? Nee,
Mijn zaak, mijn winkel, ik heb hem verwaarloosd. Al die klanten. Ach, al die klanten. Ja. Schiet eens eentje op, naast je zitten. Ja, ga maar verder. Kom, joh. Al die klanten hier. Nou, zo'n aanloop zal je hier wel niet hebben, denk ik. Nee. Hey. Vorige zomer 3 klanten. Hoeveel? 3. Pff. En er was een echte koningin bij. De echte koningin? Ja, wist. Is de koningin hier ook geweest? Ja. Sabbat is ook gezegd. Zeg, en ging ze de kou in? Ik bedoel, ging ze de vorst in? Dat zeg ik, het was een vorst in een echte. Ja, zeg, en vertel eens toevallig. Was ze lelijk? Ze had een beetje een aardappelneus. Ah, leuk, ja. Zeg, en had ze een ondergronds trollenkleurtje? Bedoel jij dat het een trollenkoningin was? Dat is wat, ja, wat ik bedoel. Ja, dat kan. Ik dacht toch nou, dus ook moeders worst niet. Hoe weet jij dat? Omdat ik op weg ben om die trollenkoningin te gaan halen. Wat? Ja. Zo. Vergeet het maar. Hier, ja, heb eens. Zo, het is ja. Even lekker wassen. Dat is 6 maanden. Oostjes, oostjes, oostjes. Ja, hier heb je een hals. Dat trottige man. De vuurste. Jullie zijn wel brutaal. Hé, joh. Je moet blij zijn. Wij zijn klanten. Lekker, leuk. Klanten! Klanten! Oh, neem me niet kwalijk. Ik had me een beetje verslapen. Gaat u zitten? Zie je nou wel dat het goed was, die wasbeurt? Ja. Ik ben ook gewassen. Zeg, meneer, wij komen van een heel eind, weet u dat? Wel, wel zo ver. Hé, zeg. Oh, en nu wil je nog zo'n eind verder? Nou, veel, hè? Wij moeten. Ja. Ernstige zaak. Zeg meneer, het dak van de wereld, hè, is dat ver? Het dak van... Tss. Nee, niet van het van de wereld. Tss. Dit is wel een meneertje, hè? Is u lek? Au. Hey, is dat gevaarlijk, mij? Oh, een pooluitrusting, hè? Hebben we dat allemaal nodig? Is het zover? Zo. Voor je vlak, zeg. Zeg, is het nou voor gratis niks en niemand al? 100 kronen. Oké, jullie gaan toch? Ja. Stoer, flink. Eigenwijs heb ik respect voor. Ja, ik ook. Trouwens, ik kom mijn winkel hier wel opdoeken als er niet zulke sufferds. Waaghalsen bestonden als jullie, die hier hun leven komen wagen. Zeg, meneer, u kent de weg hier natuurlijk op uw koude duimpje. Zo wist. Zou u ons iets kunnen vertellen over die weg naar het IJspaleis? Het IJspaleis van Kunnen in Frisiet. Dankjewel. Ja, nou, natuurlijk. Of zijn er nog meer koude gebouwtjes hier in de buurt? Nee, en één is genoeg, zou ik zo denken. Ja, ik ook. Bent u er wel eens geweest? Nou, geweest niet toch. Geweest niet, maar wat ik ervan gehoord heb, het is trouwens geen echt paleis. Het is een soort ijsklomp. Een ijsklomp. Kunnen zien, Frisiet heerst ijzig over een troep hofdames. En ze zijn allemaal dol op kou. Dan nemen we toch een zakje kolen mee voor een lekker knappend vuurtje. Nee. Ze haten warmte. Oh ja, natuurlijk. Ik begrijp dat wel. Als die koningin Frigide en haar diepvriezinnen een vuurtje zouden gaan stoken, dan zouden de muren van het paleis kunnen gaan smelten. Clown, ja. Je bent niet zo stom als je eruit ziet. Oh, nee, dank je. Zeg, vertelt u de weg nou maar, hè? Dat is gewoon gedaan. Ja, nou gelukkig, want ik hou van kort. Er is geen weg. Ah, wat vertel je me nou, meneer? Natuurlijk is er een weg. Mijn piemel is de hele aardbol al rondgezworden. Er is overal een weg. Ik ben geweest hier, ik ben geweest daar, ik ben geweest zus, ik ben de geweest weg zo. Ik ben... zit dicht. De weg zit dicht. Vertelt u me dat? Jullie hebben toch wel eens gehoord van de Poolcirkel? Oh, ja, dat is het kringetje om het puntje van de wereld. Ja, ja, ja. Dat wist. Nee. Nou, die cirkel bestaat hier ter plekke uit een metershoge spiegel. Gladde ijsmuur. Oh, zo. Ijs. Kan je dat eten? Nee, het is geen rol. Het is waterijs. Mm. Hij is toen de tijd gebouwd om de kou een beetje tegen te houden. Nou, dat heeft dan niet gek veel geholpen. Toch hier op behoorlijk. Zeg, maar de... nee. Zeg, er is toch wel ergens een weggetje naar het paleis, hè? Iets van een deurtje of een poortje. Een deur nog? Een wat?
Een tunnel. Oh, nou. Ten noorden ligt tunnel. Zo. De gekste tunnel van de wereld. Die wil ik zien. Pipo, laten we daar als de Viederwips naartoe gaan. Ja. Moet dat met die ijsbootjes? Maar heeft u dat wel eens eerder gedaan? Ja. Nee, maar dat geeft niet. Ik weet alles van heel snel vooruitkomen. Doe ik altijd. Sorry. Maar denk erom dat het is namelijk heel moeilijk. En dan moet je zeker met deze prikstokken jezelf vooruit duwen. Jovies, maar denk erom. Oh, er is helemaal niks aan. Ik ga het even proberen. Het is toch niet gevaarlijk? Ja, maar het is wel gevaarlijk. Nee, dag, Pipo. Zeg, meneer, wacht maar. Die plom redt zich wel. Ja. Maar skiën is moeilijk. Oh ja. Zeg, jij met die eierwarmer op je hoofd, hè? Jij kan misschien vlug soep eten, maar wij kunnen vlug kuntjes leren, hoor. Ik wil wedden dat Plom nou wel mooi aan het snelskiën is. En ja, hoor. Dat kuntje had Plom gauw geleerd. Wel, als dat maar goed gaat. Pipo en Peer gingen Plom zo snel mogelijk achterna. Want die wachten niet. Daar ging ze, jipsieke joepie. En de Noordman besloot ook nog even een beetje uit te slapen. Hè? Nou ja, niet zo lang, een maandje of zo. Kijk, die Plom nou in zich. Oh, die heeft een reuzensprong gemaakt, hoor. Ja, Peer was bang, maar Pipo is wel beter. Die heeft Plom wel vaker zien vliegen. Zo, tijd voor een hapje en een slokje. Het water in de beek was zo schoon, hè, dat je het zomaar kon drinken. Ziet er goed uit. Goeie afdronk, ja. Heerlijk watertje. Nou, even het visje eerlijk verdelen. Zo, wat wil je hebben, dit of dit? Ook dit, goed. Het ging een beetje moeilijk. En daar gingen we weer, hoor, met z'n tweetjes, ja. Maar Plom was hier nog geen velden of wegen te bespeuren. Het was nog een heel eind naar die ijstunnel. Als dit niet de Noorderlichttunnel is, dan heeft Pipo zijn lange ijsvingers op. Kijk, hier staan skistokken van lieve zusje Pleun. Pleun, Plom. Schappen ervan, dan is het er eerder op die lange latten dan wij, hè. Maar waar zou ze dan zijn? Zou ze niet toen zijn? Plom, zit je binnen, kom eens tevoorschijn. Ach, gelukkig, zij leven nog, zusje Pleun. Pleun, Plom, zeg wat een licht, hè. Ja, dat is beroemde zon van Noorden. Gaat nooit onder in zomertijden. Wat zei die meneer Slaapzak ook alweer? Pas op voor het noorderlicht. Ja, tunnelmuur weerkaatst en werkt als 100 spiegels tegelijk. Ja, zeg, net als op de kermis, hè? Alleen daar is het niet gevaarlijk. En hier zijn het de kleuren van de regenboog. Ja. Beug? Boog? Blauw, groen, rood, sap. Ga alleen de tunnel in bij groen licht. Anders sta je er gekleurd op. Ja, en nu is zij in de tunnel, zussen Pleun. Pleun? Plom? En dat weet ze niet. En dat is dom. Dom? Deun! Maak me toch niet in de war, gekke lange door die je bent. Nou, kom op. Plom, kom eens. Ben je daar? Kom eens tevoorschijn. Hier ben ik al. Pipo, het is zo enig. Kom dat zien. Het is net alsof je binnen in een diamant zit. Sappe de vrouw, Plom, hoe kom jij hier? En wat zie je eruit? Dat zijn twee vragen en dat zijn twee antwoorden. Ik kom hier met die rare glijlatten. Het lijkt wel of ik vlieg vleugels had ze. Vraag 2. Wat zie je eruit?
wat zie je eruit? Ja. Zo. Is er iets met me? Er is iets met je. Nee, je bent alleen een beetje blauw. Wie? Ik? Oh, ja. Dat komt door dat licht. Een blauwe pleu, net een viooltje. Een blauw viooltje. Dat heb ik altijd zo graag willen wezen. Staat het me? Heel mooi. Lekker, leuk. Ja, dat komt door het licht allemaal, hè. Zeg maar, zo kun je niet blijven rondlopen, hoor. Je kunt de zaak niet blauw laten. Ik liep door die tunnel toen dat licht blauw was. Ja. Wacht eens even. Wacht nou. Oh, blijf hier. Plop, het gaat er misschien nooit meer af. Dat gaat er niet meer in. Het gaat... Kom nou, je bent zo gewaarschuwd. Kom. Zie je wel? Blauw weg. Ja. En nou ben je rood. Ja, als een roos. Oh, Pipo, wat enig dat je het verzonnen hebt. Hé, wie? Jij. Ik? Ja, dit spelletje. Oh, ik geniet. Per, staat me rood? Heel mooi, Sisse Pleum. Ja, maar jij ziet zo wit. Jij moet ook een kleurtje hebben. Kom mee, Per. Ja, hallo, nee, niet doen. Blijf hier. Zo, nou, kastje, het is gevaarlijk. Gevaarlijk? Maar wel een beetje leuk ook. En waar het leuk is, daar is Pipo. Dus wat doe ik? Ik ga er ook niet binnen. Sapperde blokje. Rood, wit, blauw, oranje. Wat geeft het allemaal, zeg? Wat geeft het? Als je maar een leuk avontuur beleeft. Wat je mij daar allemaal vertelt, hè, over dat hele hoge noorden, dat maakt me toch zo ongerust. Oh, kom, mevrouwtje Clown. Het valt wel mee. Het kan best zijn dat het misschien nog goed komt met uw man, Pipo. Oh, mijn peer, mijn zoon is bij hem. En dat helpt. Ja, toch wou ik dat Pipo nooit was gegaan. Oh. Zo'n barre reis naar het ijskoude topje van de wereld kan nooit gezond zijn voor een mens. Nou, moet u niet zeggen. Kou kan geen kwaad. Wordt men hard van. Hard? Jo. Maar Pipo mag niet hard worden. Mijn Pipo is lief en aardig en vrolijk en... Stel je voor dat zijn wangen bevriezen. Dan kan hij nooit meer lachen. Jo. Oh, als ze maar eenmaal door de kristallen tunnel heen zijn... Dan maken ze een kans. Kristallen tunnel? Wat is dat nou weer voor iets? Nou, dat is een gat in de zogenaamde poolcirkelmuur. Hè? En daar moet je doorheen om bij het middelste puntje van de pool te komen. Daar waar het ijspaleis moet staan. Waarom vertelt u dat nu pas, van die kristallen tunnel? Nou, als ik dat Pipo verteld had voor hij wegging, dan was hij misschien niet gegaan. En waarom niet? Nou ja, die tunnel die is zogezegd niet voor de poes. Nee. Kijk. Die eieren, die muur rond de pool, hè, die is gebouwd om de ijskoude noordenwind een beetje in toom te houden. En ja, er moest natuurlijk ergens een gat open blijven als toegangsweg. Oh, en door dat gat blaast nu die noordenwind? Ja, hij moet ergens door. Maar dan is dat het ergste tochtgat van de hele wereld. Nou, dat vind ik inderdaad heel goed omschreven, ja. Ja, maar dan zullen ze kou vatten en doodziek worden. Ach. Skol. Ja, nou, dat hoeft niet. Nee, er is misschien nog wel wat afleiding voor ze in die tunnel. Afleiding? Ja. Voor die stormwind? Ja. Denkt u dat ze daar dan oog voor zullen hebben? Oh, ze kunnen het niet missen. Reken maar. Ja, dat is er zeker. Hè. Kijk, die zon van ons die gaat de hele zomer nooit onder. En die schijnt recht op een ijskegel vlak voor de uitgang van die tunnel. Ja, en die ijskegel werkt als een prisma. Als een wat? Een prisma. He, als daar de zon op schijnt, weerkaatst hij het licht in alle kleuren van de regenboog. Nou, als je dan door die tunnel loopt, kun je er mooi gekleurd uitkomen. Ik weet het. Rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Alle kleuren van de regenboog. Joh, u bent een knappe mevrouw. Ik hoef u nooit iets twee keer uit te leggen. Ja, maar ik wil geen pimpelpaarse Pipo terug. Nou, kalm mevrouwtje, kalm. We moeten maar rustig afwachten. Pipo, wat gebeurt er weer met je? Skol. Ja. Dat weet ik niet. Ik ben hier voor het eerst.
En voor het laatste. Hier even op de adem komen. En dan snel het laatste stuk. Wat voor kleur heb ik nou? Nou lopen alle kleuren door elkaar bij jou. Loop ik erbij als een omgevallen verfdoos? Zo lopen als licht op groen staan. Ja, dat zijn die normen ook. Bij groen licht is het veilig. Ja, ik wissel zo snel. Blauw, rood, groen, het is net een dol geworden stoplicht, hè? Zeg maar, Piepo's flapschoenen, die vriezen hier vast, hoor. Dus denk erom, bij groen licht, dan zipsikee, joepie. Ik zeg, Piepo, als het nou mislukt, hè? Maar als ik er nou helemaal knalrood uitkom, hè, dan zal je dat toch van me houden. Dan zet ik je in een vaasje. Als een roos. Hey, pas op, kom een groene licht. Ja, blauw. Ja, groen. Piepo! Zo, dat is één. Alleen oversteken bij groen licht. Zal ik een keer paars worden? Ah, nee, dat past niet bij mijn gordijntjes. Nou, jij, zussenpleun. 1, 2, 3. En hups! Jebus. Oh, wat man, ben ik al bruin? Nee, niet rood en niet geel ook. Piepo, kijk eens goed. Ja, ik... Wat? Toch blut? Je ziet een beetje wit om je neus. Piepo, plaaggeest, dat zijn toch alle clowntjes? Jij ook? Ah, met clown meer mensen. Zeg maar, waar blijft die peer nou toch? Hier ben ik. Welkom op de Noordpool. Het is wel koud, hoor. Ja, dit is geboorteland van Noordenwinden. Als ik de Noordenwind pas, dan verhuisde ik ogenblikkelijk naar het zuiden. Alles staat waar het staan moet en alles hoort waar het hoort. En als alles op zijn plaats staat, is het ijspaleis niet ver meer. Nee, op het puntje van de wereld. Als het tenminste niet afgevallen is, dat ijspaleis van... Hoe heet ze ook weer? Frigitta. Koningin Frigitta Barkoud. Ze regeert met hofhouding van ijsdames over het hele Noordpoolgebied. Nou, daar gaan we op weg. Op weg naar het ijspaleis van koningin Frigiet. Kom mee, poolonderbezoekers. Bert. En daar gingen we, naar het koudste puntje van ons aardbolletje. Nou, het was geen gemakkelijk uitstapje. Al kwamen we geen ijsberen tegen of andere moeilijke dieren, het landschap zat vol tegenslag. De zon ging gelukkig niet onder, maar veel warmte gaf ze ons niet. Verder, steeds verder. Ijsberg op en sneeuwheuveltje af. Ja, zeg, dat gaat een stuk makkelijker, hè? En toen... Eindelijk helemaal op het topje van de hoogste ijsberg. Daar was het. Dat moest het zijn. Het ijspaleis op het topje van de wereld. We dachten alle drie hetzelfde. Wat een raar paleis. En wat hoog. Joepie, erop af. Nou zeg, zo'n erewacht hadden we niet verwacht. Peer zit het op een holletje met zijn grote sneeuwschoenen. Nou, we moeten zeker mee. Oh jee, het is weer zover. Alweer een expeditie uit het zuiden. De derde al dit jaar die ons ontdekken wil. Het wordt hinderlijk. Ach, kletsen. Ga jij eens even kijken of ze al gepakt zijn door onze verkensters.
mensen gevangen? Mooi zo, net goed. Hadden ze maar in hun eigen snikhete land moeten blijven. Wat bedoel je? Zijn het geen mensen? Nee? Maar dat kan haast niet. Dan zouden het diepvriezen moeten zijn, net als wij. Dan zou ik ze moeten kennen. Het is natuurlijk wel veel gezonder voor onze visite om geen mens te zijn. Want wij houden niet van mensen. Nee, die willen het altijd warm hebben. En ik haat hitte. Dus daarom, als het mensen zijn, of roets over de grote ijsglijbaan het land uit, of roets de diepvries in met ze. Ja, leuk. Dames, een rondje ijs voor het hele paleis. Oh, lekker. Heerlijk. Heb je dat gehoord? Ze zouden het over een diepvries. We moeten niet laten merken dat we mensen zijn, hoor. Shh. Doorlopen! Ja. Rustig, ijstante. Gegroet, Frigitte. Gegroet, bekendste. Goed werk. Gevonden aan voet van berg. Geen tegenstand. Berg. Indriërs, wat willen jullie hier in mijn rijk? Goedemiddag. Die vloer is wel erg glad, hoor. Spiegelglad is dat. Komt dat van de boemwas? Boemwas? Nee, brrr. Die vloer is van ijs, natuurlijk. Ach. Natuurijs? Dan kan je dus baantje glijden en schaatsen in je huiskamer. De stilte, niet lachen. Lachen geeft warmte en dan smelten mijn nieuwe meubels, snap je? Smelten mijn nieuwe meubels? Nee. Ja, zeg luister, nou, we moeten net doen of we alles heel gewoon vinden. Ik heb het wel ijskoud, hoor. Zeg, jullie hebben het toch niet toevallig ijskoud, hè? Koud, helemaal niet, hoor. Nee, ik kom er helemaal bij. Dan zijn jullie dus geen mensen. Nou, dat wil zeggen... Want als jullie mensen waren, dan liet ik jullie maar meteen lekker in de diepvries stoppen. Nee, wij zijn geen mensen, hoor. Nee. Hoe kan je dat nou zeggen? Sst, de diepvries. Anders gaan we in die diepvries in. Huipen, geen spinazie, alle kist. Hé, wat staan jullie daar te smoesen? Nou, nee, we staan niet te smoesen, hoor. Maar zij zegt ook net, wat een geluk, zeg. Wat een geluk dat wij geen mensen zijn. Nee. Wij zijn clowntjes. Clowntjes? Ja, wat is dat voor een merk? Houden die ook van kou? Nou, nee, dat is te zeggen, ja. Kou, ja, we houden wel heel veel van kou. En pret, hè. IJspret, nou zeg, daar zijn we gedeeld. Nu bijvoorbeeld. Dus jullie vinden de temperatuur hier ook lekker? De temperatuur hier? Ja. Oh, heerlijk, zeg. Heerlijk. Oh, wat genotterig. Mooi zo, dan zijn jullie welkom aan het hof van koningin Frigitte van Poland. Leve de kou. Brr. Leve de kou. Brr. Brr. Zeg, waar blijft die peer nou toch? Sap in de flap. Misschien is hij ontsnapt. Ja, als ze hem te pakken krijgen, hij is duidelijk een mens, hoor. Zeg, gezellig dat jullie er zijn. En jullie moeten heel lang blijven logeren. Ja, het spijt me verschrikkelijk, maar dat kan helemaal niet. We willen natuurlijk graag blijven, maar we kwamen gewoon even langs. Ja, heel toevallig kwamen we langs. Ja. En we zeiden nog, hey, kijk eens, een ijspaleis. Laten we eens even gaan kijken of ze daar een lekkere warme kop soep voor ons hebben. Ja. Een warme kop soep? Ja, warme kop soep. Kou. Ach, ze maakt een grapje. Ja, natuurlijk maak ik een grapje. Ja, ik maak altijd grapjes. Oeps, zeg, ga ik proberen om weg te lopen, hoor. Want kletser, laat je zien. Zeg maar. Brrrr. Sapper de flop, zeg. Dat is een dubbel dik model. Dag, meneer de ijsboerbaas. Komt u uit de diepvries? Kletser kan een ijsberg omduwen met één hand. Shh. En een mens met één vinger. Hoep. Moet u op de keimers gaan staan, zeg? Zeg, ik vind die vloer, hè, die vind ik toch zo glad. Ik is anders dat ik sta. Ja, iedere keer als ik lach, dan ga ik... Ja, zij ook. Geef onze gasten elk een paar anti-slip-slip-slippers. Ja, is goed. Wat zegt u? Anti-slip-slip-slippers. Kijk, wat je dat voor rare dingen. Aan de voet. Mm-hmm. Aan de voet. Thank you.
het belangrijkste artikel van de hele Noordpool. De thermometer. Schapper de flap en de flap. Zeg, wat een fors, hè. Mm-hmm. Hoe komt die hier? Nou, hij staat er al 1000 jaar en daarvoor weet ik het niet. Hoe oud bent u dan? Ik ben 1000. Maar hoeveel geef je me? Nou, ik zou u geen 100 gegeven hebben. Hoor. Nee, hè? Nee. Ja, weet je hoe dat komt? Hier, kijk eens goed. Geen rimpeltje. Nee, nee. De diepvries. Ja, precies. Ja. Kou is gezond. Kou tast de huid niet aan. Je blijft er mooi van, strak van vel, helder van geest. Koud van hart. Ja, precies, koud van hart. Eén goede raad. Maak van uw huis een diepvries en u wordt 1000 jaar oud. 20 graden onder nul. Zeg, verlangt u nou nooit eens naar de warmte? Nee, warmte? Eén keer, hè? Eén keer is door een defect in de grote vriezer de temperatuur hier opgelopen tot maar 5 graden onder nul. En toen... En toen? Toen zijn we allemaal slap, ziek en misselijk geworden van de hitte. Nee, warmte. Geef ons vlug een ijsje. Oh, alsjeblieft. Ja, Pipo? Waar is Pipo? Pipo? Hé, hey, wat doe jij daar? Wat zegt u, mevrouw de dame? Oh, wat ik hier doe? Ja. Nou, ik kijk gewoon, hoor. Ik kijk mijn ogen uit, zeg. Is dat wel een rare kast? Dit is geen rare kast. Oh, nee. Dit is de kern van de Noordpool. Wat interessant. Hier komt de kou vandaan. Niet alleen voor ons paleis, maar voor de hele wereld. Ach, hier komt de kou vandaan. Voor de hele wereld? Sapper de flapper de flapper de flapper. Koekaloriko. Dit was het grootste geheim dat Pipo ooit ontdekt had. We wisten nu meer over het koude ijspaleis. Maar we waren nog lang niet klaar. Veel tijd hadden we niet, want als ze beer zouden pakken, dan zouden ze ontdekken dat wij ook mensen waren. En dan was het te laat. Misschien. Nou, dus als er weer van die brutale mensen komen met een expeditie, dan stoppen we ze hier een tijdje in om af te koelen. In de diepvriezer? Dat is ook een warm ontvangst. Oh, maar we doen het voor ons eigen bestwil. Mensen stralen warmte uit en dat is niet gezond voor de muren. En ook voor ons niet. En als het hier gaat dooien... Dan wordt het hier een dooie boel. Zeg mevrouw de dame. Is die kast, hè, die diepvriesdinges, is die nou wel goed dicht? Ja, natuurlijk wel. Ja, nou, ik dacht dat ik een klein kiertje, ik weet niet... Nou, maar ik zal even gaan kijken of die... Plop, 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 plop. Hou jij er eventjes bezig, hè? Pipo gaat op zoek. Wat ga je doen? Op zoek naar die trollenkoningin. Koningin Knakken van koningin Kneus. Zo, de deur zit goed dicht. Het is de beste vries die er bestaat. Hij kan niet stuk. Goed, zeg. Woont u hier nou helemaal alleen? Nee. Met mijn hofdames en met Kletsen, de huiswacht. Hoezo? Nou, ik had gehoord dat er hier misschien ook een trollendame zou zijn. Is dat waar? Ja. Hoe weet jij dat? Nou, je hoort wel eens wat, hè. En, soms is het waar en soms is het niet waar. Is dit waar? Nou, als je het toch al weet. Ja. Die trollendame is hier inderdaad heen gevlucht, ja. Maar, onder ons gezegd, ik ben er niet happy mee. Oh, nee? Nee. Vertel eens. Het zit zo, hè? Mm-hmm. Pipo moest het verblijf van de trollenkoningin vinden. En een beetje vlug. Voor we allemaal ziek zouden worden van de bibbelkou. Waar zou die trollendame toch zitten, zeg? Pas op. Gauw naar boven. Eerst dacht ik nog, gezellig bezoek. Nou, beetje aanspraak is nooit weg. Mm-hmm. Dus liet ik die trollenkoningin in mijn paleis toe. Want ze had ook zo'n verschrikkelijke last van hoofdpijn. En hier is het ijzerstil. Maar ze was nog niet hier, of ik had er al spijt van. Ja, niet omdat ze zo lelijk is als een boomwortel, want dat kan ze ook niet helpen. Maar ze is een koukleum. Nee, stel je voor, ze vindt het hier koud. Hier. Nou, hoe komt ze daar nou bij zich? Het is hier juist heel lekker warm. Ik geloof.
geloof zelfs, hè, dat ze daarboven stiekem vuurtjes zitten stoken. Nou, als het geen koningin was, hè, die juffrouw Knakke, dan ging ze roets regelrecht de diepvries in. Ah, lekker, lekker, lekker. Ja, 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 ja. Oh. Ah, lekker warm. Oh, ja, 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 ja. La la la, mag niet, mag niet ook bij het vuur. Ik ben ook niet van warm. Vuur, maar ik zie helemaal geen vuur. Hey, ik dacht dat dit een vuurtje was. Nee, dat is geen vuur. Oh nee, maar wat is het dan? Dit verder vertellen hoor. Anders stoppen ze mij in de diepvries. Diepvries? Ben jij er ook zo heen? Wie ben jij? Ik ben Pipo de Clown. Ik kom u halen, koningin Knakke. Ik ben gestuurd door uw eigen trollenknollen koning Kneus. Nee! Ja! Wat goed! Weet je, ik wil dan zo lang terug, hè? Want ik leg het af van de kou in dit kellerpand. Daar ben ik niet opgebouwd. Nee, maar wie ziet die anders, hè? Ja! Maar zijn het... Oh, daar ben ik zelf, zeg. Maar ik durf er niet terug, hè? Want het is zo'n lange rondreis. En ik kan het daglicht niet velen. Als trol zijnde. Dat weet Pipo. Daar heb ik op gerekend. Dus dat heeft Pipo meegenomen. Kijk eens. In een brilletje al voor me. Hier. Weet je wat? Doe die maar op die, boven die ijspegel van je. Wat goed. Maar frisieten zal me nooit laten gaan. Dat mens heeft geen hart in de borst. Alleen maar een klop ijs. Ja. Laat alles nou rustig aan Pipo over. Dan komt het allemaal best in orde. Wat goed! Hallo, volk! Wie is dat? Ah, Per, ben je er eindelijk? Ja, ja. Hier is het, hè? Ja? Die twee vrouwdames willen Per duwen. En Per zeggen, het hoeft niet, ik kan zelf wel lopen. Hier zijn ze. Oh, mijn personeel, mijn personeel! Oh, niet veel. Au, zijn in sneeuw gevallen, lekker zacht. Wie ben jij? Jij... Jij bent een mens, hè? Hallo? Nee. Per, dat is een gedresseerde ijsbeer. Hij hoort bij ons. Doe een truc, Witkop. Suze Pluim, altijd vol met grappen. Ja, doe nou iets echt. Schiet hem op. Pipo, wat ben je nou overgehad? Dat is geen ijsbeer. Nou, nee, ja, ik laat me niks wijs maken. Kletsen. Per, vlak op die kerel in de diepvries. Nou, het is een mens. Hij straalt warmte uit. Nee, doe ik niet. Dat doe ik wel. Pak hem, kletsen. Per zal verliezen. Oh, Pipo, wat ben je nou? Hé, joh. Niet aan me komen. Zet hem op Per, wel kletsen. Pak hem. Zet hem op Per. Vooruit dan maar. Leg hem neer. Doe nou. Ja, in de diepvries. Leg hem neer. Per, ja. Zet hem op Per. Ja. Stijg erbij. Kletsen op Per. Kletsen, pak hem. Ja. Kletsen, ja. Jullie het ook? Mensen in mijn paleis! Gevaar! Stop ze in de diepvries! Alle drie! Nee. Ze blijven net zo lang in de grote vriezer tot hun heethoofden behoorlijk zijn afgekoeld. Zo hoort het. Leven de kou! Brr. Leven de kou! Brr. Brr. Wat is het hier? Frisjes, hè? Kokkeloeriko. Wat een akelig wipperkamertje is het. Temperatuur aan laag gekant. Pipo. Ja, plop. Ik wil eruit. Ja, ik ook. Maar mijn denkhoofd moet wel natuurlijk iets proberen te verzinnen, hè. Gebruik je denkhoofd dan gauw, Pipo, voordat het helemaal dichtvriest. Alle schuld van Per. Spijt me zo. Oh nee, Per, vergeet het. Een avontuur is een avontuur, hoor. En dat weet je nooit van tevoren. Als Per niet had gehoutjehakt, was trollenkoningin nooit naar hier gevlucht. En als Per niet helemaal naar beneden valt, dan zijn we allemaal plat. Pipo, heb je al wat? Ja, we moeten net doen of het niet koud is, hè? Het is, nee. Jij bedoelt met je verbeelding. We moeten gewoon de kou vergeten. Ja, gewoon van, pst, weg kou, weg. Oh, wat
wat warm, zeg. Ik heb nog steeds ijskoud. Ja. Weet je wat? We moeten gewoon doorzetten. We lopen midden in de woestijn en de zon schijnt op onze bol. Vrij, daar gaan we. Ja. Oh. Wat een hitte. Ik kom er niet meer uit. Oh, mijn clown slijft liever. Ik moet zo puffen voor de hitte, zeg. Waar is de schaduw? Oh, de schaduw, ja. Oh, ik heb een dorst. Ik heb een dorst. Ja, dorst. Zeg. Trek een ijsje. Ijs. Brr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 r
Hij kwam helemaal vanzelf aan het ijs. Jij kan het ook niet helpen. Het is hier koud, ja. Sjappe de flapje. Ja, maar Pieper moet gauw iets verzinnen. Ik wil niet met mijn bloed terugkomen als een bevroren tuinkabouter. Gunst. Wie hebben we daar? Mijn logée uit het onderaardse holenrijk. Gegroet, koningin Frisiet! Nog nooit ben je hier beneden geweest, knakke. Alleen toen je kwam. Ja, dat is waar. En waarom blijf je nu ook niet in je torenkamertje, knakke? Waar is hij? Wie? Er is maar één hij. Dat is hij. Nee, andere! Gekleurde mens met grote voeten! Oh, die! Ja. Die mensfiguur die zich clown noemt. Ja, waar? Daar. Met zijn zuster en zijn vriend in de diepvries. Oh, nee! Die moeten eruit! Die moeten eruit, onmiddellijk! Ze zijn aardig mens! Je let ze eruit. Ze zijn aardig mens, ze moeten eruit! Dan ga ik gauw het aan doen, even laten we erop zitten! Zo, ah! Knakke, bemoei je er niet mee, knakken. Mensen nooit helemaal bevriezen. Alleen een beetje koud en tenen. Ach, een beetje noemt hij dat. Mijn tenen zijn al allemaal gekleurde ijslolletjes geworden. Piepo, weet je nou wat? Ja. De mensen die kunnen ons niet missen, Piepo. Er zijn niet zoveel clowntjes. Anders zitten ze helemaal zonder pret. Ja, pret? Pret? Stappen of wat? Dat is het pret, zeg. Wij gaan pret maken. Ja, ijspret. Nee, geen ijspret. We gaan pretliedjes. Nee, we gaan ijsliedjes. Nee, we gaan gewoon zingen. We gaan gezellige, warme liedjes zingen. Tot de grond en in de lucht ervan gaat trillen. Ja. En we laten ons toch helemaal niets van de ijs brengen. Ach, van de wijs. Nou, voor zo, hè. Hier, let op. Het eerste onzinvers. Weet je wat zo is? Een kat is dol op vis, maar vis houdt niet van kat. Weet je, zo is dat. Miauw. Ha, 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 spring vrolijk rond van het lachen. Ja, lachen is zo gezond. En nou Suzeploem. Ja, nou ik. Weet je wat niet hoort? Je vader verft zijn boord. En je moeder poetst haar haar. Weet je, dat is raar. Ik zou het nooit doen, hoor. Ha, spreek vrolijk rond van lachen. Ja, lachen is zo gezond. Ben je dol geworden, knakken? Waarom zou ik ze de nul uitlaten, die drie? Ja, maar ze worden ziek van de kou. Dat mag niet. Wat kan jou dat schelen? Jij bent koningin van de trollen. Trollen houden niet van mensen. Jullie zitten ze zelf ondergronds altijd uit te lachen. Ja, maar het is anders. Het is nu anders. Ach, wat anders? Je bent zelf hierheen gevlucht omdat je hoofdpijn kreeg van de herrie die het mensenvolk maakt. Ja, maar dat is over. Dank u. Het is over. Dat kwam allemaal per ongeluk door de houthakker. Dat is een grote, sterke vriend van de clown. Oh, die grote kerel. Ja. Nou, die hebben we ook in de diepvries. Dat is toch juist fijn voor jou? Nou krijgt die herrie maar lekker zijn straf. Net goed. Wat zal die piepen? Oh, piepen? Weet je wat ook kan? Een olifant in pan met een walvis op je bord. Weet jij wat dat wordt? Ja, een hele vreemde omelet. Eet smakelijk. Ha, 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 spring vrolijk rond van het lachen. Ja, lachen. Het is zo gezond. Nou, ik weer, hè? Ja, vooruit, broer. Ik heb het al minder koud.
Weet je nog van toen? Mijn hak brak van mijn schoen. Geplakt met hopjes vla. Ik kijk het zelf maar na. Ja, dat danst veel makkelijker. Ha, 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 spring vrolijk rond. Want lachen, ja, lachen is zo gezond. Man heeft beloofd, hij zal nooit meer hout hakken. Dus geen herrie meer. Clown, kom namens mijn man. Mijn lieve kneus! Verdacht. Allemaal onraad en slimmigheidjes. Mijn man. Mijn goede keus. Mijn fijne neus. Oh, mijn lieve kneus. Hij verlangt zo naar me met zijn hele grote trollenhuid. Oh, kneusje! Lieve lelijkheid! Ik wil terug! Ik kom! Ja! Ja, ja. En dan aan iedereen vertellen wat je hier gezien hebt, hè? En dan komen er meteen wel 100 expedities om te onderzoeken. Ik ken dat. Nee, knakker, jij blijft daar en zij blijven daar. Laat me los! Laat me los! Oh, wat een opwinding en ik krijg het er heet van. Weet je, dat is raar. Een mug van 1000 jaar met een baard van veterdrop. Is dat nou geen mop? Jij maakt van de mug een olifant. Nou, ha, 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 spring vrolijk rond, want lachen, ja, lachen is zo gezond. Nou, nou jij weer, appel. Ja, ja, ik bedoel weer. Weet je wat jij doet? Je plakt veertjes op je toet. En als je een eitje legt, kijk dan wat je zegt. Dokter! Ha, 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 spring vrolijk rond, want lachen, ja, lachen is zo gezond. Nou, jij, Pipo. Ja, Pipo. Weet je wat? Nou sta jij versteld, een haas op het voetbalveld. Die kooltjes maakt en eet. Het is maar dat je het weet. Pipo. Goal! Ha, 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 spring vrolijk rond, want lachen, ja, lachen is zo gezond. Zitten. Lieve ijskoude koningin van het noorden. Ik, als koningin van het ondergrondse rijk, ik vraag je, ik smeek je, laat die mensen vrij. Ze zullen mij terugbrengen naar mijn rijk en alles komt weer goed. Nee, 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 nee. Ik begin er niet aan. Je moet niet zo jammeren, knakken. Je moet flink zijn. En hard. De kou maakt je hard. Zo hoort het. Wat is er, Pegeltje? Jammer jij nu ook al? Wat? Maar 5 graden onder nul. Pas op, we zullen ontdooien. Wat gebeurt er in mijn dure diepvriezer? Luister nou eens goed. Een paard met een hoge hoed. Een koe met een sigaar. Vind je dat niet raar? Met melk meer koe. Ha, 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 spring vrolijk rond, want lachen, ja, lachen is zo gezond. Nou, nou, wie weet er nou nog een? Jij, Blom, jij. Weet je wat moest gaan? Per kikker naar de maan en springen naar de zon. Als dat nou eens kon. De zon, lekker warm. Ha, 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 spring vrolijk rond, want lachen, ja, lachen is zo gezond. Ja, ja, toen gebeurde het. De grote vriezer op het dak van de wereld begon steeds minder te vriezen. De pret van 2 klauwtjes begon het klimaat van de hele wereld te veranderen. Sneeuw smolt weg, ijs ontdooide, beekjes vormden zich. Het was een geklater van je welste. Zelf, nou. Oh. 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 Hoe is het daar? Zijn ze al bevroren? Hey, stel je voor, ze zingen. Ja? Oh, de brutale, ze zingen hebben diepvries kapot. Oh, rampen. Het wordt te warm. De temperatuur stijgt. Oh, mijn rijk. Mijn hele rijk zal smelten. Straks, oh, Helm, straks zitten we op de koude
Vind jij net als wij, dit is onzin rijmlarij. Maar het is zo tof om net te doen alsof. Sapper de Flopje, dat is slim. Ha ha ha, spring vrolijk rond, want lachen, ja lachen is zo gezond. En nu de moraal van het lied. Het leven is zo vaak droog eten zonder smaak. Het wordt pas lekker nu met wat fantasie. Fantasie? Eet nou, smakelijk. Ha, 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 spring vrolijk rond, want lachen, ja, lachen is zo gezond. Heilig uiterlijk! Spierbol! Zo! Komt er nog uit! Alles is nu regel! Alles hier. Wat heb je? Wat is er? Schappen, dat nou eens even. Wat is er hier? Ze zijn allemaal flauw gevallen. Nee. Oh, die. Jipsieke Joepie, en dat was dat. Een uurtje later verwieten we het half gesmolten ijspaleis. Met natuurlijk vrouwtje Knakke, de trollenkoningin. Want daar was de hele reis om begonnen. Achter ons begon de grote vriezer weer zijn werk te doen. Het ging weer vriezen en dat was eigenlijk maar goed. Anders zou er nooit meer sneeuw en ijs in de natuur zijn. En dan konden jullie niet meer sleetje rijden. Koningin Frisiete van Noordland keek ons na. Ik geloof dat er iets veranderd was in dat mevrouwtje. Ik denk dat die ijskorst om haar hart een beetje was gesmolten. In ieder geval was ze ons liever kwijt dan rijk. Ze vond ons gevaarlijk, want klauwtjeswarmte was sterker gebleken dan alle ijskou van de hele wereldbol. Ja, en wij hadden een hele lange terugreis voor de boeg. Het grote voordeel als je dezelfde weg teruggaat, is dat je dezelfde mensen tegenkomt die je alles eerder gezien hebt. Nou, en dan gaat alles veel vlotter. Ja, ja, ja. Flapper de flap, zeg jij, ja, hoor. Ja, hoor, dit is de plek waar die trol vandaan kwam. Nou, mevrouwtje Krakke, hier moeten wij afscheid nemen. Afscheid nemen? Ja. Oh, nee, hoor. Ik ben net gewend om van mensen te houden. En dan moet ik al afscheid nemen. Oh, nee, hoor. Ik ga al door de grond als ik eraan denk. Ja, ja, oh, ja, zeker. Als je niet opa is, dan gebeurt het ook wat. Hier is dat gat waar die trol uitkwam. En hier kan jij dus weer in. Door dit piepgaatje? Ja. Ah, Pipo, dat past niet. Ja. Oh, trollen. Kunnen door de kleinste gaatjes komen. Oh, leuke truc. Ja, zeker. Wil ik ook leren. Ja. Nee, kind. Dat gaat niet. Nee. Jij bent anders dan ik. Ja, iedereen is anders. Mensen, trollen, ijswezens. En de een is slim. En de ander is... dom. Niet waar, Berg? Versta ik er niet. Nou, hij verstaat het weer niet. Zie, mevrouwtje, dan moet je echt naar beneden, hoor. Mevrouwtje Knakke. Ja, want Kneusje wacht op je. Ja, en als hij kwaad wordt, dan laat hij de grot weer schudden. Nee, nee, niet om Kneus. Kneus, je vrouwtje komt er zo aan, hoor. Dag, mens, Per. Dag, mens, Per. Ik zal geen hoofdpijn meer krijgen, hè. Want jij gaat geen bomen meer hakken. Nee. Nee. Nee, Peer zal nooit niet meer bomen hakken. Nee. Dag, Klauw. Bedankt voor alles. Dag, koningin. Dag, koningin. Het was een verfrissend avontuur. Ja, verfrissend. Ja. Dag, Klom. Ik zal je zo missen. Ach, ja, ik u ook, hoor. Maar gaat u maar gauw in het gat, want anders... wat anders... anders ga ik huilen. Ik kan helemaal niet tegen afscheid nemen. Ik schiet altijd. Het is helemaal vol. Nou, nou,
Vrouwtje, vrouwtje, opschieten nou, opschieten. Hallo, hé, Peer. Help eens even een handje, ze moet naar beneden. Ja, kom maar, gaan we ook. Nou, tot ziens, ik bedoel, nee. Tot niet ziens, ja, dag. Ja, een beetje passen. Ja. Oh, wat gaat dit? Oh, ik ben Wacht eens. Kneus, ik ben het, je eigen vrouwtje, Knakke. Hey, Kneus, trek eens even aan mijn benen, Kneus. Sapper de flap zich, dat is snel. Oh, zij is zeer welkom. Ja. Is weg. Wat is weg? Zeg, Ploem, waarom keek jij nou niet? Nou, als je iemand niet weg ziet gaan, hè, dan heb je altijd nog het gevoel dat ze een heel klein beetje bij je zijn. Snap je wel, Piepo? Nee, nou ja. Ploem, nee, Ploem, hij moet mee, vooruit, mee naar huis, vooruit, Peer. Nou moet jij naar huis, vooruit, kom mee. Ze komen niet weder. Ik had ze nooit moeten laten gaan. Onzin. Mijn Piepo komt altijd terug. Oh, dat is een beetje te vol. Nou ja, maar voorzichtig lopen. Zo. De Mamalou! Piepo! Huh? Mamalou! Dag, zoon, beste zoon, dag, zoon. Pa, beste pa, goeie pa. Nou ja, die pa. Piepo, is alles in orde? Oh, Mamalou, natuurlijk, Mamalou. Ach, het was eigenlijk een koud kunstje, Mamalou. Ja, en het vrouwtje zit in het keldertje. En, Mamalou, Piepo heeft een verrassing voor je. Kijk eens. Hallo, Rico. Hallo. Mamalou, als ik je dat vertel... Ja, Mamalou moet alles weten. Pa, ik het nooit niet meer hout hakken. Dat is het. Weet ik, jongen, weet ik. Het is het beste voor ons land. Droog het als een man, jongen. Droog het als een man. Goedendag. Goedendag. Wat is zelf in jullie? Wat komen jullie doen, zeg? Komen jullie ook? Waarom? Het is feest in het dorp. Feest in het dorp? Ja. Feest in het dorp. Feest in het dorp. Feest in het dorp. Ja. Feest in Niet voor Per. En de grond zal nooit meer schudden. Ja, als Per nooit meer bomen omhakken. Ja. Nou, en houtje hakken doet Per het liefste van alle dingen. Maar Per, er zijn toch nog een heleboel andere leuke dingen die je doen kan. Reizen, dansen, poppen maken, nou, noem maar op. Versta ik je niet. Ja. Jij bent wel moeilijk, zeg. Versta steeds minder. Zo, hier zijn ze, sapper de flap, nou zeg maar. Blijf je nou toch, jij hoort ook op het feest. Ja, zeker. Probeer het maar niet, Mamalou.
Hij zit te miesmauzen omdat hij niet meer mag houden. Er zijn nog zoveel andere dingen die hij kan doen. Dat heb ik ook al tegen hem gezegd. Maar hij wil helemaal niks anders dan houtje hakken. Houtje hakken, dat mag je natuurlijk niet meer. Hè? Dan begint het hele avontuur opnieuw, dan begint die grond weer te schudden. Alsjeblieft, nee. Oh, Pipo, stel je voor, hè? Ik heb jou al lang genoeg moeten missen, alsjeblieft niet. Mamloe, die pieperkoud, daar heb ik helemaal geen zin meer in, hoor. Hé, kijk eens. Wat is dat? Dat luik dat beweegt. Ja, er komt gewoon iemand uit de kelder. Nee, dat is helemaal niks gewoon. Er komt er nog één. Zapper de voor de douw. Pas op het opstapje, lieve kleine knakker. Wat zijn dat voor rare wezens? Dat zijn geen rare wezens, maar hoe mag je je voorstellen? Koning Knollen, Knollen, Kneus en koningin Knakken. Hallo. Oh, maar wacht eens, dan zijn het majesteiten. Dat zei je. Gegroet. Cyrus. Die Babbeloe. Zeg maar gewoon Knakken. Hey, Knakken. Cyrus. Wij willen niet dat anderen ons zien. Mijn man is in geen duizend jaar boven geweest! Dan werd het wel tijd. Oh, dan is het een bijzondere gelegenheid. Wat eng. Ja, waarde bovenmensen, geachte mensdame en clownheer. Een toespraak, wat leuk! Stil, niet allemaal tegelijk! Wij komen voor jullie en speciaal voor clown. Voor jou, Pipo. Zie er netjes uit. En ook speciaal voor clowndame. Dat ben ik. Want jullie hebben ervoor gezorgd dat de rust wederkeerde, zowel boven als ondergrond. Ja, en jullie waagden je leven om mee te halen uit het ijspaleis. En dankzij jullie zijn wij weer samen, mijn lieve kleine knakken. Oh, mijn lieve kneuzen. Wat aandoenlijk, hè. Net een plaatje uit de tijdschrift. Ja, Babbeloe, zo staat het in alle bladen. Koninkrijk en koningfamilie herenigd. En daarom schenken wij jullie een cadeau. Gesmeed in de gewelven van ons ondertrolse grondgebied. Dankjewel, Sinterkneusje. Alsjeblieft. Voor ons? Wat zal erin zitten? Kom. Hallo, daar nog. Ze zijn weg. Lekker snel. Grote truc. Dag Kneus, dag Knakken. Leef maar lekker veilig hoor in jullie holletje. Ja, ze houden niet van veel belangstelling. Nee. Zeg maar, wat zou hier nou in zitten? Maak eens op. Kijk eens wat er in zit. Speculaas. Nee, natuurlijk iets anders. Misschien wel een chocolaatje. Moet je open, ja. Een gouden zaag. Echt goud, zeg. Wat mooi. Wat moeten we ermee? Oh, maar dat is de oplossing. Kom mee aan dansen. Ja, laat me komen dansen. Ja, het zou tijd worden. Ja. Dat is het! Jipseke, joepie! En dat was dat. Grote, kleine, dikke en dunne kinderen. Het einde van een lang en ijzig avontuur. De volgende dag begonnen we aan de terugreis naar het zuiden. We verlieten het leuke dorpje en het prachtige land. Je komt er vast wel eens. En je hoeft niet helemaal naar het Poolijs toe, hoor, om het er fijn te hebben. Alles was geregeld. Peer zou nooit meer hout hakken, maar wel hout zagen. Met de zaag van koning Kneus. En dat maakt geen herrie in ondergrondland. Koekeloerekoe. Tot ziens. En Plomp zelf ging ook weer op avontuur. Wie weet waar we haar weer eens tegen zullen komen. Tot ziens. En dat zeggen wij nu ook. De wereld is zo groot. Ja, Mameloe. En er zijn nog zoveel plekjes waar Pipo niet op zijn hoofd heeft gestaan. En dan zeg ik nu, dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, tot ziens.